bijzonder fijn om jullie allemaal weer te zien. En als jullie naar zoiets gekomen, is dat om twee zaken te doen. Enerzijds om te krijgen, te ontvangen, kennis, maar ook om te geven. Jullie geven niet alleen jullie geld, maar ook jullie aanwezigheid, jullie aandacht, jullie energie, jullie sympathie. En dat is wat de inkomsten als Van de Belfort Groep daar speelt tot een deugdende ervaring maakt. Voordat ik het vergeet, vergeet u mitraillette niet af te zetten. Want, we weten dat er een geweldige verhaal is. Want dus vandaag is de uitspraak gekomen in die zaak met de hak. En dus ik heb het verloren. En niet inhoudelijk, maar om louter, laten we zeggen, een prostitueerde leden. Het heeft te maken met de verjaringstermijn. En dus de uitspraak die mij inhoudelijk zeer sterk onderbouwd gelijk gegeven heeft, ons gelijk gegeven heeft, was van 21 december 2010. En dan begint er een periode van 3 maanden te lopen. En dus als die, het beroep dat dan aangetekend is, niet binnen die 3 maanden zijn beslag krijgt, is de uitspraak nietig. Dus met andere woorden, we hebben hier een wet van 1961 die in de praktijk, als men in beroep gaat, niet kan toepassen worden. Dus we zullen zien wat de gevolgen zijn, want de tegenpartijen hadden mij laten verstaan dat ze het recht hadden om de kosten om mijn tekst te publiceren, op mij terug te verhalen, om ze gelijk te nemen. Of dat ze het zover gaan nemen, dat weet ik niet, maar het zou wel heel grof zijn. En het tweede waarom hebben we dat gedaan, dat wil ik toch nog even onder de aandacht brengen, dat is omdat onze ideeën uiteindelijk werden voorgesteld in dat fameuze coverartikel als op niks berustend, staatsgevaarlijk, extremistisch en antisemitisch. En dat zijn allemaal beschuldigingen die in onze huidige tijd geen lichtzinnige beschuldigingen die waar gevolgen kunnen hebben. En dus principieel hebben we daar een rechtszaak van gemaakt en ik heb er nog geen seconde spijt van. De Gemtails, ik kreeg gisteren een mailtje van iemand die zei van het schijnt dat dat binnen een paar maanden gaat gedaan zijn. En die had ook iets gehoord van die ontploffingen in die twee ondergrondse installaties die nucleaire ontploffingen, dat het plan van de Illuminati eigenlijk op hapengapen zou liggen en verder. Maar ik heb hem een beetje moeten ontgoochelen en er is niks dat erop wijst dat dat al op die korte termijn als fenomeen zou opbouwen. Het verzet, daar ben ik nog iedere dag mee bezig. Sommigen weten dat ik nu weer Frank de Bozere aan het plagen ben. En dat ze hem gezegd heb, zeg ik, ik heb een piloot die zelf gesproeid heeft, die ermee gestopt is, omdat zijn eigen kind in zware gezondheidsproblemen kwam omwille van die dingen. Ik zeg, die piloot wil met u een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek hebben om te getuigen dat wat wij onder de aandacht willen brengen wel degelijk een feit is. Maar het biedt niet meer. Ik heb mijn verwondering erover uitgedrukt dat vandaag straalde heen. Geen oogsten, geen strepen, zelfs geen vliegtuigen. Ze zijn allemaal binnen voor grotonthoud. Ja, in de latere namiddag. Hè. Maar overdag niet, hè. Ik heb geen enkele zin. Ja. Gisteren was het wereldwijd is er heel veel aan het bewegen. Vanuit Canada is er daar iemand een soort van globaal initiatief gaat nemen om op één en dezelfde dag één en dezelfde soort wetsvoorstel op te sturen naar zoveel mogelijk regeringen, volksvertegenwoordigers enzovoort. En vanmiddag had ik voor de eerste keer met hem via Skype contact en zegt ja, voor jullie dat beginnen ballen, moet toch eerst zeggen dat de Belfort Groep hier heel goed bekend is. Zegt hij, maar dat Microsoft is voor de computers, ze zijn jullie voor de gemtails. En dat gaf mij een beetje een vermoeding. Dus, ook in gemtails gaat het over de waarheid, en de gezondheid, en de vrijheid. Vaccinatie, jullie weten
weten dat we dus initiatief genomen hebben, dat we de hoofdverantwoordelijken per aangetekend schrijven in een staat van beschuldiging gesteld hebben. Want uiteindelijk, beste vrienden, als je weet wat er in de vaccin zit, als je weet dat er honderden studies zijn die op het gevaarlijke van wezen, als je weet dat er duizenden schadegevallen zijn, bevestigd door officiële instanties en komende van uitspraken van de rechtbank, en je besluit dan nog om dat goedje rechtstreeks in te spuiten, is dat niet het toebrengen van slagen en verwondingen? En de hele sfeer van dwang die er rondgekregen wordt. Ik heb gisteren nog een bericht gekregen van iemand die voor de Vlaamse overheid werkt. En die voor de tweede keer op het appel werd geroepen omdat ze weigert de griepprik te laten toepassen. Dus ze heeft gehoord gekregen van pas op, we houden in de gaten. Als je de griep krijgt, dan gaan we nagaan in hoeverre dat dat niet het gevolg is van het niet te laten toepassen. Is dat ze zeker doen aan de vaccin? Er is een officiële instelling, het Koppeling Instituut, dat aangetoond heeft dat de griepvaccin een bescherming biedt. In 1% van de gevallen. Dus 1% is een zin. Waarom niet iedereen gevaccineerd als je zelf gevaccineerd bent? En in februari waren Chantal en ik op het Valentijns vaccinatiesymposium. En daar heeft men zelf moeten toegeven dat er geen enkele officiële, onafhankelijke wetenschappelijke studie is die toont. Aantonen dat vaccins zin hebben en dat meer bepaald voor griepvaccins dat men natuurlijk wel weet dat dat, ja, dat men wat speelt. De financiële crisis, er is van alles aan het bewegen, maar geen paniek, onze politiekers nemen de nodige maatregelen en gelukkig is er Europa, daar is nu het Europees stabilisatiemechanisme opgericht, Duitsland waar eerst een beetje dwars. Maar nu vinden ze dat we moeten wachten tot in 2013, maar dat zo vlug mogelijk tot stand moet komen. Dus een soort van spaarpot, voordat de beheerders geen enkele controle toelaten, zich vrijstellen van wat voor vervolging dat ook, en waarbij zij zonder limieten gaan kunnen opvorderen van alle lidstaten. En dus we hebben iemand bereid gevonden. Op het spoor gekomen die binnen 14 dagen, de 14 oktober, helaas niet hier, maar in de parochiezaal, daar gaat het over een verspreking over, ja, dat geld, wat is dat nu eigenlijk, hoe is dat ontstaan, wie zit erachter, waarom, wat betekent dat voor ons, wat is er nu aan het gebeuren, we waren gemanipuleerd en tot wat gaat dat leiden? Dat zijn de twee mogelijkheden, hup of hup. Het is een man die ook een heel brede kijk heeft op het globale plaatje. En dat is ook heel belangrijk, dat men weet waarom dat het spel gespeeld wordt. En als we het hebben over de waarheid, natuurlijk 9/11, de moeder van alle leugens, dacht ik, waar wij meegewerkt hebben aan dat programma. Uiteindelijk de slotsom is, we hebben daar met z'n allen een tsunami moeten verwerken, dat duurde vele dagen. Waarin enkel maar het officiële verhaal werd over ons gewalst. En waar het dan toch een keer gesproken werd over een afwijkende mening, was dan middelijk in het sfeertje van complotdenkers. Heel extreem. Ja. En dan worden de professoren bijgehaald om te zeggen: ja, die mensen die zo denken, dat is eigenlijk een mentale afwijking. Die voorlopig nog amusant is, maar dat zou kunnen maatschappelijk verveeld worden. Professoren wijsgegeven. En ik dacht dat Nadine de moeder van alle leugens was. Maar hier vanavond gaan we het hebben over een onderwerp van de Tweede Wereldoorlog. Ik geef eerlijk toe dat ik verschillende keren gekeken heb naar de Longest Day. De landing in Normandië. Ik vond het fantastisch. Maar dat was een tijd dat ik nog keek, maar die zag. En die besefte. En dus het is onze spreker met name die ook voor mij op dat vlak de ogen geopend heeft. Ik ben heel blij om hem hier voor ons wat beperkt gezelschap voor vanavond. Maar het heeft zeker niks te maken met reclame die we maken, en zeker ook niks met de spreker. Ik denk een beetje het onderwerp dat het van tevoren moet zijn. Ja?
het schijnt dat het voetbal is. Maar, maar ik ben heel blij dat ik Jacques Pauwels mag introduceren, die nog wat Evergemse roots heeft. Zijn grootvader is hier geboren. Hij zelf is opgegroeid in Adegem en in 1969 verhuisd naar Canada voor 2 jaar en woont daar nog steeds. Ja. En hij dus is historicus en heeft zich vastgebeten in dit onderwerp. Hij is naar de bron gaan kijken en het verhaal dat hij daar uitgediscussieerd heeft, ga ik hem met heel veel plezier laten brengen. Dus we gaan eerst hem zijn exposé laten geven en hij zal dat doen op de traditionele manier, de verteller, zonder projecties en powerpoints en werken, gewoon gezellig rond de haard naar een vertelling luisteren, dan gaan we pauze genomen en dat is de vraag van de dus voor u speciaal, voor ons speciaal, de kans aan de Jacques Pauwels. Is dat te luid? Ik spreek onder ook. We stemmen ze ook aan elkaar uit. Soms proberen zonder microfoon te naar uit. Voor de camera. Ah, voor de camera. Okay. Dank u. Oké, goedenavond, inderdaad. Maar die speciale camera gekomen. Maar ik ben onderweg en past dat een beetje. Het doet me veel plezier van hier in Bitjesland. Het is helemaal ik ben van Oien. En ik woon nu al 42 jaar in Canada en mijn Vlaams, mijn Nederlands is niet meer zo goed als vroeger. Het is waarschijnlijk ook niet heel goed geweest. Maar als je 40 jaar natuurlijk in een Engels sprekend land woont en voortdurend Engels spreekt, dan verliest je Nederlands een beetje. Bij mij valt dat allemaal mee naar het schijnt, maar mijn Nederlands is dus beschreven als oudpollig, wat dat ook betekent. Ik moet zeggen, als ik nu de kranten lees in Vlaanderen en zo, dat ik daar veel woorden vind die ik niet kende als ik hier in de jaren 60 woonde. Maar ik ken ze wel, want ze is meestal Engels gehoord, natuurlijk. Hè. Dus voor mij is het niet zo moeilijk om dat te begrijpen, maar ik zou er nooit niet aan denken om zo bepaalde uitdrukkingen en woorden te gebruiken. Maar zwart, dus als je wilt, kun je ook een toy hem spreken. Maar dat verstoor je toch in je vrouw ook. Ik ben een beetje beschaafd Nederlands. Dus. Maar de tijd ben ik nog op voetbal met onze ploeg van Adegem. En we spijtig genoeg verloren tegen het vallen. Corona in alle tijd was niet moeilijk. Maar ik ben vertrokken met Canada, naar Canada. Ik had hier gestudeerd, geschiedenis gestudeerd in Gent en ik heb daar dan verder gestudeerd. Ik heb daar een doctoraat gehaald in geschiedenis en nog een doctoraat in de politieke wetenschappen ook. Dus ik ben lang student geweest. Ik was lang student, van plezier. Soms ook gestudeerd zelfs, binnen drinken en zo. Maar nee, serieus, ik heb daar dus graag gestudeerd en ik heb daar gespecialiseerd in Duitse geschiedenis. Vandaar mijn interesse, mijn belangstelling voor Nazi-Duitsland. Maar als je in Canada woont, dan wordt het snel gewaar dat je daar naar grote buurt hebt. Dat is Ome Sam, dat is Amerika. In Canada, dat is onze vroegere eerste minister Trudeau, die zei eens, Canada, dat is een muis die naast een olifant slaapt. Canada is een groot land, maar Amerika is veel groter. Niet geografisch gezien, maar van macht en zo, is Canada maar een klein land. En is Amerika de grootste macht ter wereld. Dus wij zitten daar wat naast. Een muis naast een olifant, het is onze enige buur. Dus wij moeten zeker braaf zijn. België is nog het voorbeeld dat er een paar buren zijn, Nederland, Duitsland, Frankrijk, zo. Dus dat is een beetje mogelijkheden om een beetje te spelen, zo, hè? Maar dat hebben wij in Canada eigenlijk niet door. Dus in de Canadezen, de meeste mensen denken al te snel dat Canada is zoals Amerika. En bijvoorbeeld, ik krijg brieven, daar staat op, Jean Pauwels, mijn adres in Brantford, Ontario, Canada, USA. Excuseer. Canada is in de USA. In veel opzichten lijkt dat wel op natuurlijk. De taal is meestal Engels, Canada ook een beetje Frans. Maar Canada is eigenlijk heel, heel anders. En de Canadezen hebben ook fier omdat ze anders zijn dan Amerikanen. We zijn wel zoals Amerikanen, maar ze zeggen nooit tegen de Canadezen dat ze alleen Amerikanen zijn. Dat hebben ze niet graag. We hebben een gezonde, kritische houding tegen Amerika. Dat begrijp ik wel. Als die grootmacht er vlak naast je komt, dan is dat, heeft dat veel meer invloed op je dagelijks leven als je in België of in Luxemburg woont. En dan kijken wij ook met een beetje een kritisch oog naar wat er in Amerika gebeurt. We zijn een beetje beter op de hoogte waarschijnlijk als de mensen hier. En ik zeg het, we zijn niet zo een beetje minder naïef dan we zijn. In Europa valt het altijd op hoe naïef de mensen denken over Amerika. Ik zie een brave Obama, een brave mens. En Kennedy was ook een brave.
braven. En de Bush die bedoelde toch ook goed, hè? En Kissinger was toch nog een super diplomaat. Misdaders, allemaal misdaders, volgens mij. En volgens veel karakteristen. En dus moeten we niet te luid zijn natuurlijk. Maar we zijn iets minder, dat zijn meer genadeloos tegenover Amerika. En zo ben ik beginnen kritische vragen stellen over de rol van Amerika in de Tweede Wereldoorlog. Want mijn studies waren dus over Nazi-Duitsland, Tweede Wereldoorlog. En zoals gij zegt, ik heb ook de langste dag gezien in de jaren 60. Hè. En een van de grote schandes tegenwoordig is dat ze documentaires tonen op televisie over de Tweede Wereldoorlog. En ze tonen passages uit de film. En ze zeggen niet aan de mensen dat het een film is. Jonge mensen denken dat dat is opgenomen op de 6e juni 1944. Dat is niet waar. Dat is een film van Hollywood in de jaren 60. Dus dat komt me interesseren om vragen te stellen over de rol van Amerika in de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld, Amerika is dus verder getrokken tegen dictatuur, voor het recht, tegen het racisme, tegen het antisemitisme, om ons te bevrijden enzovoort. Oké, sure. Maar waarom hebben ze zo lang gewacht? Als ze zo tegen de dictatuur waren, waarom vlogen ze erin vanaf bij? Ze hebben soms, wanneer is de oorlog begonnen? In België zagen ze 45. Maar nee, dus 39-45. België een beetje gewacht, België een klap gekregen in mei 45, maar in Polen was het begonnen in 39. En dan zijn ze soms in Amerika, wanneer ze niet betrokken raakten in de oorlog. Wanneer? 41. Ik stel de vraag soms door een Amerikaan. Wanneer heeft Amerika de oorlog verklaard aan Nazi-Duitsland? Wanneer? December 41. December 41. Oké. Japan heeft de Amerikanen aangevallen aan Pearl Harbor. Wat waren de Duitsers? Niks meer te doen. Ze hebben niks meer te maken. En de dag na Pearl Harbor verscheen Roosevelt, president van het congres, en zei: we verklaren een oorlog aan Japan. En we gestemd oorlog aan Japan. Zij Roosevelt en de Bellen toch mee bezig zijn, ook al is het met de Duitsers. Nee, dan meldde Hitler het. Want Hitler heeft niks meer te maken. Hitler wist zelfs niet dat de Japanners Pearl Harbor gingen aanvallen. Hitler, de Duitsland, Nazi-Duitsland, de Japan waren bondgenoten, vrienden, maar in de praktijk deed elk zijn eigen ding. Ja, als Hitler in 1939 Polen aanviel, in de 40 België en Frankrijk en in de Sovjet-Unie, zei hij niks tegen de Japanners. Waarom niet? Hij was bang voor spionnen in Tokio. Er zaten er te veel spionnen natuurlijk. Ze zei niks. En de Japanners moesten het in de krant lezen. En de Japanners hadden niet de minste verplichting tegenover Hitler om ook de oorlog te verklaren in België bijvoorbeeld. Nee, ze deden het ook niet. Ze zeiden gewoon, veel geluk met Hitler. Als de Japanners dan Pearl Harbor aanvielen, zeiden ze niks tegen Hitler. Niks. Vielen in Amerika aan en Hitler kon het tot stand gebracht in de krant lezen. Dus, even terug naar de vraag. Wanneer heeft Amerika een Duitsland oorlog verklaard? Het antwoord is niet na Pearl Harbor. Ah, nee, waarom ook? Hitler kon zeggen, was ik denk niet zin, hè? Was ik denk niet, hè? Dus, waarom zou je erover praten? Maar natuurlijk al geen hele goede relaties tussen Duitsland en Amerika, dat is waar. Waarom? Omdat Amerika toen al de Engelsen hield. Dat is juist, ondersteunen met de wapens en zo allemaal, hè? Verkocht. De mensen denken, ze gaven het voor niks. Niks voor niks. De mensen denken, Marshallplan. Amerikanen gaven geld om. Geld, niks. Leningen te betalen. Lend-lease, de hulp aan de Engelsen nu te horen van de Amerikanen. Mensen zeggen, dat is wel tof, hè? De Amerikanen gaven allemaal niks. Niks van. Engeland is financieel leeggebloed omwille van de leningen die ze moesten aangaan in Amerika. Weet jij wanneer dat de Engelsen de laatste betaling verricht hebben voor leningen gedurende de oorlog aan Amerika? Het antwoord is op de 31 december 2006. En wat iedereen denkt nog altijd, een paar jaren geleden, in 2006 ook, het zoveelste verjaardag van Marshallplan, die zegt, bravo de Amerikanen, Marshallplan, ze gaan met gelden, met Belgen, met Duitsers, ze pakken geld, pakken, maar gebruik maar. Nee, ik heb ook een Marshallplan. Het noemt American Express. Dat is een krediet. Maar dus, ik mag dat gebruiken, ik kan een tafel niet zien, maar champagne, wat dat ook is. Maar ik krijg een rekening achter me. Ah ja, Marshallplan was een lidkaart. En dat moet ik mij ook kopen. Amerika had Marshallplan veel meer nodig als Europa. Maar kom, terug naar onze noordsvertaling. Wanneer heeft Amerika nodig voor Duitsland? Het antwoord is, Amerika heeft nooit de oorlog voor Duitsland.
Nooit. Nooit. Duitsland is de oorlog van Paderborn. Wanneer? Dat weet ik ook niet hoor. Dat weet Obama ook niet. Dat weet Bush zeker niet, want er is helemaal niks. Dus, ik zal zeggen wanneer, de 11e december 1941, 4 dagen na Pearl Harbor, verklaarde Hitler de oorlog aan Duitsland, aan Amerika. En de Amerikanen schrokken ervan. Waarom? Want de Duitsland doorverklaarde Japan. We weten niet heel goed wat hij het gedaan heeft. Allee, ik denk dat het weet, het staat in mijn boek. En het andere, dus ik spreek nu een beetje over mijn 2 boeken die ik geschreven heb. Dus dat 1 boek over dus de mythe van de oorlog. En de 2e, dus Big Business in Nazi-Duitsland. En de reden was eigenlijk de reden dat te doen met de situatie van de Duitsers aan het Oostfront. Die toen heel heel slecht was. Hitler hoopte, door zonder te moeten, aan de vijand van zijn Japanse vrienden de oorlog te verklaren, dat de Japanners zouden zeggen, wij doen hetzelfde nu. Wij verklaren de oorlog aan uw vijand, aan de Russen. En dat zou de Sovjets gedwongen hebben om een 2-fronten-oorlog te vechten. En dan dacht Hitler, dat kunnen we nog winnen in het verre Rusland. Want de dag voor Pearl Harbor, de 5e december 1941, schrijf dan, de 5e december 1941, keerpunt van de oorlog. Mijn hoofdletters, grote K, EE, zoals Edouard, en de R van Robert en de P van Pauwels. Keerpunt van de Tweede Wereldoorlog, de 5e december 1941. De keerpunt van de oorlog was niet de landing in Normandië. Veel te laat, veel te laat. Het was niet de slag van Stalingrad. Heel belangrijk. Het was de 5e december 1941. Wat gebeurde op die dag? Op die dag was het de eerste Sovjet-tegenaanval voor Moskou. En ze dreven de 1100 kilometer terug. Dezelfde dag kwam de generaals bij de Hitler en zei: gevriest de oorlog. Omdat we om te winnen in Rusland moesten we snel winnen, moesten we binnen de paar maanden winnen. Het is nu al 6 maanden bezig, we hebben nu een kop onze neus gekregen, het is nu winter. En volgende lente, we kunnen niet meer beginnen, we hebben hier reserves gecreëerd, genoeg reserves. Het element van de verrassing is weg. En de Russen hebben nog allerlei spullen en wapens achter de Urals. En wij gaan de oorlog verliezen. Dat was de 5 december. En dat is niet dat ze zijn tonnen. En iedere keer leest hij zijn land, Japanners vallen Amerika aan, bro. Ze kennen de doosje, dat is toch iets in het tanden. Want daar is het eerst in de pinoire in Tussland, en nu de Japanners vallen Amerikanen en noemen de Giro, wat de weg naartoe. Dus hoe moet je het best hebben? Hij sprak geen hand, hè. Hij sprak geen hand. Wat mijn heren geleerd, want hij mocht het worden, hè. Het scheelt aan dat, het viel op schuwe toon. In elk geval, Hitler dacht dus, dat ogenblik, dat hij dus op die manier, dat hij toch nog op een geniale manier eigenlijk, door de Japanners bij te springen, zonder te moeten, dat de Japanners zouden zeggen, ja, bro, we verklaren de oorlog aan de Sovjet-Unie. En natuurlijk, de Sovjet-Unie had een grens met Japan en China, en op dat gingen de Japanners de Sovjet-Unie aanvallen, dan moesten de Sovjets tegenleggen met de 2 fronten, en dan misschien weer een beetje geluk, een beetje veel geluk, doen we toch nog winnen. Het is niet gelukt. Want de Japanners hebben gezegd, dank u wel, meneer. We hebben niet de oorlog verklaard aan Rusland. En dus Hitler had er een vijand bij. Maar goed, de vraag eigenlijk heb ik gesteld, waarom heeft dus Amerika nooit de oorlog verklaard, zelf de oorlog verklaard aan Duitsland? Als ze toch zo tegen dictatuur waren, tegen fascisme, tegen racisme, tegen antisemitisme, voor de vrijheid, voor de vrede, waarom sprongen ze ter hulp in 1939? Waarom vlogen ze de arme Nederlanders en Belgen en Frans ter hulp in 1940? Waarom hielpen ze de Sovjets niet in 1941? Niks, deed niks. Waarom niet? Het interesseert me niet. Het interesseert me niet. En het interesseert me wel dat Hitler won. Want aan Hitler verdienen ze weer doen. En dat is het probleem. Kijk, veel mensen in de jaren 30 in Amerika waren tegen Hitler. Hitler vraagt niet van. Ja, veel meer van. Maar veel belangrijke Amerikanen hadden Hitler helemaal niet. Vonden Hitler zo'n kerel, een toffe kerel. Namelijk de mensen die in Amerika voor het zeggen hebben. Dat zijn de grote rijke man van de grote Amerikaanse firma's. Ik kan ze opnoemen, General Motors, Ford, IBM, Coca-Cola, alle grote maatschappijen die ik kende, die er nog altijd zijn, die waren er toen al. Ze waren toen een kleiner, maar toen ook al groot. Het is met andere woorden de industriële machtelite. Big business, zoals men in Amerika zelf zegt. Niet de little business, niet de kleine mannen, nee, big business. De big corporations. En die hadden in de jaren 30 2 grote problemen.
Twee grote problemen. Eén probleem was de grote economische crisis die uitgebroken was in 1929. De Great Depression, zegt ze weer. En van die crisis moet je weten dat, zoals de crisis nu, het is een zeer neerkwam op een crisis van overproductie. We produceren zoveel, en de mensen spelen niet op tijd kopen. Bijvoorbeeld Ford, dat een lopende band uitgevonden. Alles produceren met een lopende band. 100 auto's per dag. Hoe heette die kopen in Amerika in de jaren 30? Amerika, zei ze, dat is een schuurland om te sparen. Maar het is ook een soortelijke rijk land, hè? Ja, rijk land Amerika. Hè? Ja. Ze zijn rijk in Amerika. Heel veel, superrijk. Maar het is ook heel veel andere mensen. Toen nog veel meer dan nu. Trouwens gezegd, over een paar weken kwam de statistieken uit. Officieel arm in Amerika, vandaag. Wat procent van de bevolking? Wat procent van de bevolking in Amerika is vandaag officieel arm? Echt arm, dat nu nog veel meer, hè? Want officieel, we hadden een laag niveau. Hè? Maar als je een beetje meer verdient dan het officiële inkomen voor om arm te zijn, dan ben je nog altijd arm. Officieel arm, 20% van de bevolking van Amerika. 20%. Hoeveel mensen zijn dat? 60.000. Ongeveer, bijna 50 miljoen. 50 miljoen mensen arm in Amerika, het rijkste land ter wereld. Dat denk, mensen denken, als je een Amerikaan bent, zit je rijk. Rijd je met een kadderlijke zo, met een blonde vrouw, met een borst en zo. Pff, dat, echt waar, ik heb een burger of zo, zoals in een film. Zeg. En als je een Amerikaanse film kijkt, zou maar rijk zijn. Zou hij een pakken noemen, zou worden een prachtig huis, en zou nog niet gelijk. Ze vrijen een beetje met dieren en met tanden, nou zijn ze religie en zo. Maar dat werkt, dat doen ze niet. En zo is, is dat in Oost-Europa geloofd in die tijd. Dat dat allemaal zo ging zijn als je wordt zoals Amerika, dat is gewoon maar rijken. Rijken? Amerikanen zijn die rijken. Er zijn nu nog veel arme Amerikanen. Elke dag worden meer Amerikanen armer. Want de rijken worden rijker, de armen worden armer. Een van de problemen, dat ik het zeg, de economische problemen van vandaag, besparing. Een van de grote redenen van het budgettaire probleem is dat het aandeel van de grote firma's aan de belastingen is de laatste 20 jaar zo naar beneden gegaan. Het aandeel van de kleine mannetjes, die van hun salaris betaald is, hoogte geschoten. Dus met andere woorden, de staat gaat niet geld zoeken in de zakken waar het is, zodat het gaan halen bij is. Dan zeggen ze met spijt ons, hoe meer belasting betalen, hoe minder verwachten van ons. En de winsten van de firma's gaan de hoogte in. En ze betalen steeds minder belastingen. En er is een curve, inderdaad, de belastingen van de corporations, van de firma's gaan naar beneden. En ze willen ze nog lager hebben, anders gaan ze weg. En dus de staat zegt, oké, blijf onder die maatschappij weg, blijf hier. En dat is het probleem. In Griekenland, Onassis, het is niet de kleine Griek die geen taxen betaalt. Dat is ook een probleem. Want het is die Onassis met als een schip. Die zijn natuurlijk geregistreerd in Panama of in Liberië. Hè? En die betaalt terugbelasting. En de kleine man die daar een frituur heeft, die moet de belasting betalen. En dan moet ze nu ook vliegtuigen hebben. Met de NATO medeling. Dat is belangrijk, met de NATO medeling. Toen heb je een vliegtuig en zo, met je te vliegen boven de eilanden in de Egeese Zee. Dat moest niet besparen, hè? Dat is belangrijk. Want bij oorlog wordt er geld verdiend. Komt ook terug. Dus, groot probleem de economische crisis in de jaren 30. En dan gaat onze boel niet kwijt. En de meeste mensen produceren te veel. Dus we spijten mensen werk vol puin. En dat betekent dat de mensen nog minder geld hebben om auto's te kopen. Dus wat kopen we auto's niet? Een groot probleem is, crisis, een grote crisis. Wat kunnen we doen? Tja. Roosevelt had mijn plannen voor de dag, de New Deal, zeggen ze. Heb je misschien al gehoord, hè? En nu zijn we al veel historici, serieuze mensen. Het is een New Deal van Roosevelt dat Amerika uit de crisis getrokken heeft. Bullshit. Weet je wat dat betekent? Bullshit. Dikke vette flauwe. Niks van aan. Roosevelt, zijn New Deal, heeft gewoon niks verandering gebracht. Maar ze zocht een oplossing. Dus moest een vinden. Ik zal je straks zeggen wat de oplossing scheen te zijn. Maar ze hadden maar een tweede probleem in die jaren. Dus het eerste probleem. De 30's waren de dirty 30's, zeg eens. De vuile jaren 30. Crisisjaar. Bijna zo slecht als nu. Zo slecht was het nu. Maar bijna zo slecht. Tweede probleem. De 30's waren de meer naar de red 30's. De rode jaren 30. Wat bedoelden ze daarmee? Dat de stoel rood waren? Niet. De mensen waren rood. Dat bedoelt dan niet. Socialist? Ja. En communist? Jood. En anarchist? Ik ben best dat de Amerikanen zijn daar rekken. Er is geen enkel communist of geen socialist. Nooit geweest. In Amerika, die waren net 20, zat de stampers vol met communisten, socialisten en anarchisten.
Wie zijn nodig? Toevinden. En wat wilden ze? Revolutie. Een revolutie zoals in Rusland. Waarom? Is dat waarom? Is dat in de toekomst? Ze dachten, dat is niet de crisis van het systeem. Wij moeten, zoals in Rusland, revolutie maken. Dus zoals de Rusland in 1917, moet er revolutie komen. Ford en die mannen allemaal zagen er ook zitten, revolutie. Oh ja, moet er. Are you kidding, zijn ze ons. Niks revolutie, daar worden ze nooit bang van. Dus dat is een probleem. Dat is met een woord een economisch probleem. Is dat een sociaal probleem? Al die smerlappen, die schurken, die bandieten, die gevaarlijke revolutionairen, die rooien van rood, roze rood, beetje rood, geel rood, wat het ook is. Nu, wat voor oplossing hebben we voor het probleem? Wel, er was ergens een prachtig voorbeeld hoe dat probleem, dat tunnelprobleem, kon opgelost worden. Ergens aan de overkant van de oceaan was er een land waar de geniale leider die twee problemen in één keer oplost. Wie was dat? Hitler. Want Hitler kwam aan de macht. Wat deed hij? Wat het eerste deed? Alle communisten en alle socialisten in de gevangenis. Of de komende kant. En dus de concentratiekampen waren opgericht om communisten en socialisten erin te gooien. Later de Joden, maar eerst de communisten en de socialisten. En dat vond Amerika fantastisch. Als wij maar zo'n fantastische universiteit. En dat was de man, onze broers, wat in niks, dat is fantastisch, mijn kerel. En niet alleen dat, maar alle syndicaten, gedaan. In Amerika, de veel syndicaten, had er al zo'n communistische socialist en syndicaten. En staking, onder Hitler, geen staking meer. Hij stak, concentratiekamp binnen. Geen staking meer. Geen syndicaten meer. Geen linkse partijen meer. Geen ruïne meer. Zag je ook dat? Dat was fantastisch. Dat vonden die mannen fantastisch. En die hadden daar. Dus Hitler loste het probleem op van de red peril, zoals ze zeiden, het rode gevaar. Dat ze in Amerika ook dachten, dat zat, ze dachten ze dan. En loste ook schijnbaar de economische crisis op. Hitler loste in Duitsland de economische crisis op. Binnen een paar jaar was de werkloosheid weg. En de machines draaien terug. Hoe deed hij dat? Hoe deed hij dat? Sommige mensen zeggen, je liet autobanen bouwen. Ja, dat is vooral naar de grenzen toe. Vooral naar de grenzen toe. Maar het is eenvoudig. De motor, de dynamo van het heropleven van de economie, het was eigenlijk herbewapening. Het was Duitsland herbewapening, toch een tandbewapening. En al die werklozen, schoon uniform knaan en marcheren jongens, af, terug in alle dienstplicht. Tegen het verleg van Versailles allemaal in, pas op, wordt het ons nieuws niet vandaan. De Amerikanen zeiden, dat is prachtig. Dus Hitler systeem was een prachtig voorbeeld hoe de problemen die ook de Amerikaanse industrie had, schijnbaar konden opgelost worden door een man die de wil en de durf, een genie, om dat te doen. En wat hadden wij zeiden, die man? Nee, en dan werd bij Amerika. Ah, Roosevelt, hè. Ah, Roosevelt zei, godverdomme, Roosevelt, ik zei, die durf niet, dat is een kakerlak. Dat is een lange kakker. Die durf niet. Wat zei van Roosevelt? Wat zei Roosevelt? Roosevelt is nutteloos. Nutteloos, want zijn politiek, zijn economische politiek doet niks voor ons. En ook is de bang van de syndicaten, doen niks. Moesten wij maar niet naar mee. Als je een man hebt, kan je zelfs als die anders zijn. Terloops gezegd, die communisten in Rusland, die communisten van ons, wie zijn dat eigenlijk? Wie zijn dat eigenlijk? Ik zal het eens zeggen, zie dat daar. Ik zal het eens zeggen, het zijn de Joden. Het zijn allemaal Joden. Karl Marx was een Jood. En Lenin was een Jood, was geen Jood, was een Jood. En Trotsky was een Jood, was een Jood. Had de theorie van het Judeo-Bolshevisme. Dat was een racistische theorie die het voorstelde alsof dat er in onze wereld eigenlijk geen problemen zouden zijn, behalve raciale problemen. Ons volk tegen een ander volk. De Joden tegen ons, de brave mensen. En de Joden hadden als middel om ons te vernietigen het Marxisme uitgevonden, Karl Marx. Het communisme is aan een staat opgericht in Rusland. Zo in Rusland, dat was Rusland onder de Joden. Zij wie? Hitler zei dat, of course. Dat zei Hitler al. Daarom heeft de Joden ook uitgeroeid als de onderoorlog te verliezen in Rusland. Om het zoveel mogelijk mee te pakken. Maar
Waar heeft die dat gedaan? Die gedachte gehaald. Die gedachte dat eigenlijk het socialisme, het communisme, een Joodse uitvinding was om ons Ariërs, blanke, goede mensen, die allemaal toch zich op een wat veroorzaken, zeker de revolutie wat veroorzaken, om ons uit te roeien, om de meeste van de wereld te worden. Waar komt die theorie van het individualisme vandaan? Waar heeft Hitler die gedachten gehaald? En weet u niet waar? Weet u niet waar? Een en ander heeft hij al geleerd in de tijd in Duitsland, zelf in Oostenrijk. Maar zijn directe inspiratie was een boek dat Amerika verschenen was in 1921. Het noemde de International Jew, de internationale Jood. Het schreef allemaal in dat de Joden door het middel van het Marxisme, het communisme, de wereld gingen veroveren als we er niks aan deden. En wat dan komt nu was een uitroeien, want dat is ze zij of ze hebben wij. Als ze wij niet doen, worden zij ons uit, dus de enige oplossing is dat wij hun uitroeien. Dus dat boek, dat Hitler gelezen had, wie had dat geschreven? Het antwoord is Henry Ford. Inderdaad, inderdaad, Henry Ford, een bekende Amerikaan, had dat boek geschreven. En hij was een van vele grote mannen in Amerika, machtige mensen, die daar vast geloofden. En Hitler heeft dat boek gelezen en had namelijk op zijn bureau een foto van Henry Ford staan en schrijft in Mijn Kampf dat Henry Ford een zo'n kerel was wat hij inzag wat in de wereld gaande was. En dat inderdaad was een probleem ook bij de Amerikanen. Dus als jij tegen die Amerikanen zou zeggen, tegen die Amerikaanse industriëren, zijn zegt niet dat ze een toffe kerel is met alle communisten en gevangenissen en die dat een probleem opgelost door het programma van herbewapening, boom, 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 dat is ook een toffe kerel. Wat heb je gezegd? Jammer, jammer, jammer. Het is toch een vuile racist. Het is toch een antisemiet allemaal, dat is toch wat was toch? Dat was toch geen probleem? Dat was voor de Amerikanen in de jaren 30 geen enkel probleem. Want antisemiet en racisten waren ze zelf allemaal. Weet jij dat in de jaren 50? Als je Jood wordt, kon je Jood lid worden van een suicide hoofdclub, onmogelijk. Na de oorlog, is Amerika, is dat weer een stuk. En dan begint de kaart van de Joden spelen, tot het punt waar wij nu allemaal geloven dat Amerika altijd voor de Joden geweest is, zoals gezegd. Wat is niet waar. Het is niet waar. Dat is een illusie, dat is een mythe, het is geen waar, het is niet waar. Ze waren eerder totaal antisemitisch, net zoals in zelf. Ze hebben dan Hitler het antisemitisme bijna aangeleerd. Dat is natuurlijk dat Amerika dat een pijnlijk onderwerp, maar daar is niet allemaal mee geweten. Daar is niet allemaal mee geweten. Maar natuurlijk, de televisie, de krant, geen woord erover alsjeblieft. Het is een feit. Racisme. Hitler was een felle racist. Was dat het probleem? Was dat het probleem? Dat Hitler met de Joden deed? Dat deed de Amerikaan toch al jarenlang met de Indianen. De eerste goede Indianen zijn dood met de Indianen, zei in zijn tijd. En wij mogen, als wij spreken over de Holocaust, denkt iedereen niet meer aan de Joden. Maar we spreken over de Holocaust, de Amerikaanse Holocaust. Ze hebben miljoenen Indianen uitgemoord. En de zwarten? Moet je spijzen. Amerika was een prototype, een model voor Hitler. De Amerikanen, dat was een blank ras, Teutons, dat Hitler, die genadeloos het westen van Amerika veroverd hebben op. En daarbij een inferieur volk, de Jan uitgebracht. En dan de zwarte erbij gehaald om vroeg te werken. Terwijl wij op een plantage zitten en tikken whisky spreken. Dat is de Amerikaanse Jan. In de 19e eeuw was dat zo. Buffalo Bill schoot de Jan neer. De zwarte met de plantages. En de rijke Amerikaan zat een gentleman zijn whisky spreken. Dat was het, zo moest het zijn. De witte man, de blanke man. White supremacy. Het Amerikaanse systeem. Ik zeg dat was fantastisch. Hitler vond dat het voorbeeld om dan hetzelfde te doen in het oosten. In de verre, goede, verre oosten van Europa, de Sovjet-Unie, daar heeft minderwaardigheid slaven. Uit de Joden. En de slaven doen werk voor u. Dus de Joden zoals de Indianen uitmoorden. En de slaven zoals de zwarten doen werk voor u. Dat was het. Hitler vond, Hitler verschrijft. Verschillende keren haalde hij het voorbeeld aan van Amerika. Dat vonden natuurlijk de Amerikanen wel sympathiek, dat Hitler dacht zoals zij en hun als voorbeeld. Dus je begrijpt wel, als in de jaren 30 oorlogswolken zich opstapelden aan de horizon en er ging oorlog komen, dat die Amerikaanse industriëlen sympathiseerden met Hitler, wat eigen. Daarbij. Duitsland was eigenlijk het herbewapen. Woonde het herbewapen.
En de motoren van de Duitse industrie worden moeten draaien. En wie profiteert ervan? Duitse firma's natuurlijk. BMW, Mercedes, Siemens. Veel geld verdienen. IG Farben. Dat kan jij misschien niet, maar dat is Bayer, Heugst. Die maakt veel geld verdienen. Want ze mochten produceren. Hitler, deze produceren. Maar betaalde de rekeningen. Betaalde die was geen communist. Die zei, we slaan alles aan. Betaalde de rekeningen. Dus dat was goed. Hè? En auto's, BMW en zo, die mochten camions mee produceren. Voor het leger en tanks. En toevallig. Toevallig hadden echt bijna elke grote Amerikaanse firma in de jaren 20 geïnvesteerd in Duitsland. En dat zijn grote firma's in Duitsland, die mochten meedoen en produceren de nazi's. Ford had in 1929 in Keulen een firma opgericht, een fabriek, Ford Keulen, Ford Werken. Ze is dat nog altijd. Als jij in een Ford rijdt in Europa, wordt het niet gemaakt in Detroit, wordt het gemaakt in Keulen. Of in Henk, dat is het altijd ervan. En Ford Keulen in de jaren 30 maakte camions voor de Wehrmacht. En verdienden heel veel geld. Kreeg een dikke contract. En daarnaast die betaalde rekening. En Ford was content. Ik zag dat die Hitler fantastisch heel. Is met de communisten in een pak. Eet de boel eruit terug en wij vinden dat gaat mee ook zeggen. Fantastisch. General Motors. General Motors kocht in hetzelfde jaar, 1929, in Duitsland de grootste Duitse automobielfabrikant. Wie was dat? Opel. In de Rüsselsheim, vlakbij de Luchthof van Frankfurt. En het is nog altijd van General Motors. En in de jaren 30, wat produceerden Opel en Rüsselsheim? Camions en vliegtuigen. De Junkers 88, die de bommigste van de plom. Produceerden General Motors, ja. En verdienden er weer mee. En IBM. En ITT. En Singer, naaimachine. Wat denk je, wat deed die maken vrienden? Wat deed die vrienden? Naaimachines? Ja. Maar als je de technologie van naaimachine hebt, denk ik iets genuttigs onder Hitler. Misschien hebben we het. Inderdaad, Singer schakelde over om Hitler plezier te doen en om ook wat wij wilden. Naaimachine vergeet het. Dus machine hebben we. Inderdaad, er zijn veel Amerikanen die er schoot. De Duitse machine hebben we gemaakt door Singer. Dat moet nu gaan zeggen, maar Singer, wat zeg maar niet graag. Zeg maar niet graag dat erover spreken natuurlijk. Je gebruikt hem al. Oké, in elk geval. Niet alleen dag, dus de camions, de tanks, de vliegtuigen, de nazi's, waren geproduceerd door Amerikaanse firma's. Een groot deel ervan. En, nu ben ik je voorstellen, Hitler gaat oorlogvoeren, en hij gaat de blitzkrieg voeren, duizenden tanks rollen eerst naar Warschau. En draaien ze rond, en ze rond naar Amsterdam, en naar Antwerpen, en naar Parijs. En dan draaien ze terug om, en rollen ze naar Leningrad, en naar Warschau, en naar Moskou, en zeggen, godverdomme, zeg, dat was. Dan zit je een olie verbruikt, dan ben je naft. Waar komt de naft in Duitsland? Waar komt de naft in? Ik zou mijn bijen geweest die dat bier vloeit uit die vaten, jongen, dat is je probleem. Maar je vult aan de naftenbak niet meer bier, dan moet petrol hebben. Hè? Petrol, van waar komt hij? Van waar komt hij? Zeg het mij. Wie levert hem? Texaco. Exxon. Avenaris. En aan hoge prijzen. Als ze stappen zo, ze moesten een stokpraat zetten. Ze hadden een tank staan vol met petrol, want het duurt nodig, ging ze misschien moeilijk in invoeren. Maar weet je nog, in september 1941, als de Duitse tanks voor Moskou staan, welk percentage van Duitse smeerolie dat uit Amerikaanse bronnen kwam? Het antwoord is 96%. 96%. Dus zonder Amerikaanse vliegtuigen, zonder Amerikaanse tanks, zonder Amerikaanse olie, hier een blitzkrieg van meneer Hitler. Maar nooit. De oorlog begint. En die zitten de Belgen en de lopen af. En de Fransen achter de machinole. Ze denken dat het de Eerste Wereldoorlog is. Ze zitten achter de machinole. Ja, uit van komen. Ze zitten kijken. Ze zijn heel aan. Maar in één keer zijn ze daar. Want ze zwaren in één keer maar. Ze landen op onze koppen. En de tanks waren lekker daar en wat gebeurt. Gedaan, hè? Maar, je moet zeggen, de Duitsers waren voor, je moet dat kunnen. Maar wat gebeurde er? Als de Duitsers aanvielen in de blitzkrieg, de troepen vielen aan, dezelfde tijd de tanks, en de stoelen, dezelfde tijd. Je moet dat een beetje synchroniseren. Hè? Dat kan synchroniseren. Hoe synchroniseer je dat? Hoe doe je dat? Wel, communicatiemiddels, met een GSM. Ze hadden geen GSM. Maar ze hadden wel radio-telefoon.
Wie mag dan die radioinstallaties? Wie denk jij? Allee, wat moet ik eraan? Moet ik eraan? Dus de tanks en de Stukas, hè, moesten aanvallen. Dat is dan ook, dat is altijd die kleine paal van de op een kop vinden. Wel, het antwoord is ITT. ITT. Dat de Marokkaanse firma. De baas van ITT was de persoonlijke vriend van Beuren. Hij heeft er heel veel geld voor in. Terwijl ITT heeft altijd gehouden van fascisten en nazi's. Hè. Want in de jaren 70, de 11e november, de 11e september, 9/11, van 73, in Chili, was de moord op Allende. Dat was nog Kissinger, Nixon, en ITT, ITT zat erachter, ITT. Dat was helemaal, Pierre Pinochet. Zie je, eerst van Franco is ook nog niet aan de macht gekomen zonder hulp van ITT in 1936. Dus zonder Amerikaanse hulp had eigenlijk Hitler geen oorlog kunnen voeren in 1930-40. Maar nu kunnen ze zeggen, Amerika was nog neutraal. Dus ze mochten dat doen. Hè. De Zweden leefden ook. Hè. En de Zwitsers zeggen, de Zwitsers leefden fantastisch. Ik dacht altijd dat Zwitserland rijk was, omdat Heidi iedere morgen erin kan, de koekjes in kan halen en dat chocolade verkocht in de markt. Ik dacht dat. Hè. Maar nu het schijnt, ze zijn ook bang in Zwitserland. Hè. En dat schijnt ze eruit, dat ik geld in die bank, die kluister. Voor waar komt dat geld? Maar het schijnt is een beetje toekomen in de jaren 30 en 40. Uit Duitsland. De Duitsers betaalden nu cash aan de Zwitserse leger, Eurlikon bijvoorbeeld, Nestlé. Weet jij, aan het Oostfront, het komt toch zo koud zijn. Moeten we dat ook deugd hebben, maar ook zoeken. Hè. We zoeken, dus een poeier zoeken. Hè. En dan smaalt er iets niet. En dan denk je, dat is toch zo goed. Van komt die soepen? Van Mahi. En Mahi, dat is van Nestlé. Dat is toch zo fantastisch. Ik vind dat een schone geschiedenis. Maar normaal, in de boeken spreken ze daar niet over. Maar dat is niet helemaal zo. Hè. De Zwitsers vinden er veel, veel geld mee. Met de leveringen. Dus de oorlog was een fantastische zaak. Hè. En de Amerikanen zeiden, alle neutrale landen mogen toch profiteren ervan. Hè. En wij produceren, wij zeggen niet dat het moet je met die wapens in, wij stellen die vraag niet. Hè. Ten andere. Als die test 1838 en de oorlogswolken stapelen zich op naar de horizon, zoals ze in de cliché altijd zeggen. Hè. Ik zei druk met boeken, dus donkere wolken aan de horizon. Boom. En ze zeggen, ik zeg in een zakenman, die zaken, Amerikaan, met Hitler, ik zeg meneer Hitler, het gaat oorlog komen. Wie gaat eerst aanvallen? Zakkenkje, kan niet vervinden. Blijf onder ons. Ik zeg, Tom, ik weet dat wel de hele. Ik weet het niet, doe je niet schil, hè? Ga je doen met die man? Ga wel, hè? Lekker, die schil, hè? Bepaalde misschien. Of Nederland, dan zeg je, hoe je kwaas en dus allemaal. De Russen, wat krijgen. Oeh, de Noorden die gaan voorbereiden, dat is toch wat de Sovjet-Unie zeggen, wat die. Ja, fantastisch. Hoe vroeger de Noorden komt, hoe beter zijn. Fantastisch, jong. Dat is wat gezegd, een schitterende vent. En is dat iemand die. De droom van zo iemand, maar zo iemand dat in Amerika zelf zelfs. Fantastisch, hè. Maar ook hier is een fantastische wereld. Maar nu, de Noorden trok uit de 1930. Het was niet zo, hè. Als de verwikkeling zijn komen, is wie eerst de Westerslag dan. Precies, eerst ja, Polen, dan Baden. Hè. Het is nu mei 40. In New York is het een feestje. Dat is een feest. Hè. En het begon Dorf Astoria Hotel. Dat is nog altijd New York. Ruttefeest. Wie geeft het? Het is een Duitse consul. Waarom? Aan de overwinning te vieren van het Duitse leger. Hè, die juist in Parijs bezet hebben. Het is juni 1940. Hallo? Mei 40. België, Nederland, Frankrijk aangevallen. En in juni 1940 is ook Frankrijk gecapituleerd. En Hitler is de baas van Europa, behalve de Sovjet-Unie. En ze heeft een feestje. En wie is er geïnviteerd? Daar zijn ze zitten. De man van Ford. En de man van General Motors. En de man van ITT. Ze komt mee vier. Want de overwinning van Hitler. Dat waren ook een overwinning. Zonder ons niet gelukt zijn. En inderdaad, ik heb foto's in mijn boek staan. Waar Henry Ford een dikke medaille krijgt. Vanwege de Amerikaanse, vanwege de Duitse consul in Detroit. We zijn verdiensten tegenover Nazi-Duitsland. Maar jullie moeten ze niet eens spreken, want dat zeg maar niet graag niet meer. Maar het is een feit, dat is een feiten. Er zijn grote skeletten in de kasten van de Amerikaanse Vietmas. Maar nu is het zo ook. En dus Frankrijk valt en die Engelsen blijven vechten. En nu, ben je er anders uit te zien.
Wat nu zeggen om de Engelsen van de wereldkloppen naar mee te doen? Ze zeggen, mogen we bij u wat vliegtuigen kopen, wat tanks kopen? En wat even naar maar, cash betaling. Inderdaad, en de Engelsen komen kopen. Kom, kom. En wat gebeurt er? De industrie in Amerika zelf begint de navraag van de oorlog door via Engeland en dan ook de Amerikaanse leger zelf die begint alles soort materiaal te kopen, doet de navraag terug op gang komen. En we hebben gezegd, de economische crisis was een kwestie van overproductie. Het is een gebrek aan navraag, te veel aanbod, te weinig navraag. Nu de navraag vanwege Engeland, vanwege het eigen leger, de navraag gestimuleerd door de oorlog, zal in Amerika de grote depressie oplossen. En natuurlijk zal de tijd ook alle Amerikanen, zoals Hitler, en de alle werkloos in uniform gedaan hebben. Tijdens dat leger heeft Amerika 10 miljoen mensen in uniform. Dus de werkloosheid is oplossen. Het is niet Hitler, het is niet Roosevelt's New Deal. Het is de oorlog die de crisis oplost heeft. De oorlog. En weldra is de oorlog de grote oplossing voor alle problemen van industriële Amerika. Want je verkoopt aan iedereen. Ze verkopen aan, in Amerika zelf het leger. Ze produceren voor de Engelsen die gaan betalen, hè, tot in 2006. En straks mogen ze ook leveren aan de Russen. En ze produceren in Duitsland voor de Duitsers. Als de Amerikaanse troepen landen in Normandië in 1944, op het einde van de oorlog, is bijna gedaan, ze moesten de haast op, was voorbij. En ze pakken daar een Duitse tank vast, ze smeet, of een kamion, ze smeet die dingen zo, en zeggen ze kennen in Duitsland. Dezelfde wat dus van ons eigenlijk. Van General Motors of wat? Dezelfde communicatiesysteem, van ICT, al hetzelfde. Nee, de betere spullen dan de Duitsers. De Duitsers waren de beste. De Amerikanen waren de beste. En die grote tanks, die Shermans, dat was de slechtste tank van de wereld. Weet je wel? Die Shermans, dat was gewoon op de zit. Van boven konden ze verder kijken. Als de Duitsers zouden komen, zouden die schoot kapot. Dat weet niet verder. Weet je dat de Amerikanen die tanks noemden? De ronsel. En tijdens wij rook, dat is een ronsel. Dat was heel chic. We stonden op een café, een bar. Een ronsel. Mensen moesten kijken. Een ronsel. Kent dat een ronsel? Ja, een chique aansteken, een blinder. Een ronsel. En dan, de ronsel, de reclame is altijd de vlam gaat er moeilijk in. En dat zei de tankbemanning van de Shermans. De Duitsers hebben één keer schiet en poof, van een brander. Dat was heel gemakkelijk. En inderdaad, achter het noorden stonden we uitgebranden langs het Schiphol-kanaal. Langs het Schiphol-kanaal en langs het Leopoldskanaal. Zeker weten. Nu, dus de oorlog was een fantastische zaak. We verdienen de helft lijkt slijk. En in Duitsland zat en meteen bij de Engelsen in Amerika zei, godverdomme, de oorlog is fantastisch. Het is echt een fantastische zaak. Geen wonder, als morgen gedaan zijn. Oei, straks is morgen gedaan. Katastrofe, een oorlog. Het is iets geprachtigs, het is iets geschieden. En toen had Thomas gezegd, oei, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Een ander worden. Ah ja, het is le roi et moi, vive le roi, zei de Fransen. En la guerre est finie, vive la guerre. De koude oorlog was dat genoeg om te kunnen en draaien. Want stel je voor dat er 10 miljoen Amerikanen terugkwamen naar huis. En in uniform is afgehaald en naar werk gingen ze. Op hetzelfde moment dat ze zeiden, moet je geen vliegtuigen meer mee kunnen stellen. Een reusachtige crisis. Dus het moest blijven worden gevoerd worden. En de koude oorlog heeft eigenlijk overgepakt wat de Tweede Wereldoorlog geëindigd is. Het is geen toeval. Het is geen toeval. Dat in 1990, als de koude oorlog eindigde, ik kwam met zijn rond de Noorling begon. Verdomme toch. We hebben een nieuwe tijd nodig. En ze keken rond. Hij stond van veel. Gelukkig stopte deel mee. Saddam Hussein. De Golfoorlog. En weet je nog wat ze niet achterin achter hem? Ze konden hem gemakkelijk vervolgd hebben met een paar steden. Waarom? Als ze nou hier verder dat zeg, moet ik die kwijt gaan. Maar juist, de goede verder. Dat is heel belangrijk, al komen de slechte vrienden. Dat is zeker waar. Maar dan. En in dat opzicht moet je de belang zien van 9/11. Bush was een stomme, maar was hij zeker ook een genie. Bush was een genie. Bush heeft de oplossing gevonden. Bush in 9/11 heeft het mogelijk gemaakt om permanent oorlog te voeren over heel de wereld. De oorlog tegen terrorisme, dat betekent permanente oorlog voor altijd. Want terrorisme, waar nooit meer met de vlag komen zwaaien en zeggen niet top in. Terrorisme, kun je geen oorlog voeren die een abstract begrip. Maar de dood in terrorisme
Dat is, ik weet niet hoe ik moet zeggen, we zijn hier van nu af aan, van eeuwig en altijd, is dat van ons. Zo blijft nu, zo blijft nu. En het schone van de oorlog is, jongens, het schone van de oorlog is. Wij verdienen samen van de oorlog, in grote bepaalde. Ja, de mensen van de oorlog, gewoon de Halliburton, de Mr. Cheney en al, de oliefirma's, die verdienen er geld van de oorlog. He. Maar de kosten van de oorlog, die worden met de kant betaald, dat worden met de kant. De minste, de kosten van de oorlog worden gesocialiseerd en de minste worden geprivatiseerd. Tjuste, denk erover na. Hoe langer de oorlog, hoe langer het door het duurt, hoe rijker de rijken worden, hoe harder de Amerikanen worden. Ook weer als een manier om te zeggen, het is de socialisme voor de rijken, zegt Amerika. Want de rijken kunnen ervoor niet bij. De oorlog is een manier om de rijkdom te transfereren van de armen naar de rijken. Het omgekeerde van een welvaartssysteem, zo gezegd. Dat is het. En dat is een prachtig systeem. Dat moet blijven duren. Het zal blijven duren, want Amerika gaat nooit niet zeggen, het is gedaan. De terrorisme heeft zich overgegeven. En door blijft duren. Ik ben nu nog een ander verrassing. Dus Amerika kon zeggen in 1939 en 40, we zijn er trouw. We leveren aan de Duitsers, we leveren aan de Engelsen, we leveren aan iedereen. En dan kunnen we niks doen. Niets te doen. We doen dat. Maar in de 11 september 1941, verklaart Hitler oorlog aan Amerika. En dan stel ik me zo'n lastige vraag weer op. Wat is er gebeurd met die firma's, die fabriek van Ford in Duitsland? Die keer Amerika oorlog. Zijn ze aan de deur toegedaan? Zijn ze naar huis gegaan naar Amerika? Of zijn ze blij produceren? Het antwoord is business as usual. Ze zijn blij produceren. En als je nu kijkt, als je nu in Amerika of in Canada een bibliotheek gaat, en je vindt de geschiedenis van Ford. Vanaf het prachtig begin en de verwezenlijking van Ford als prachtig beschreven in hele kleur, dan zou je ook geen hoofdstuk vinden over nodig. Ik vind er ook niks van. Maar dat is een beetje, wow, het jullie niet interesseren. Kan er... maar dan zeg ik soms, zou ik de vrouw staan en zeggen: wat is er eigenlijk gebeurd met een firma's en fabrieken in Duitsland voor nu nodig? Voor een vertaal daar heb ik niets over. Ah, al kijk, alsjeblieft, dat kan ik zeggen wat er gebeurt. Als je kijkt, ik heb een lekker pijs. De nazi's hebben ons geconfiskeerd. Allemaal zegt de nazi's hebben ons geconfiskeerd. Ik kon niks aan doen. Goed. Als dat wel? Hij had zikkels. Het is niet waar. Hij liegt. Het is niet waar. Ze bleven voortdraaien. En de manager waren bleven voortdraaien. En de nazi's moeten vervelen. Waarom? Omdat de nazi's hadden die machines nodig hebben. En ze bleven geld verdienen. Gedurende de oorlog verdiende Ford en General Motors nog meer geld als voor de oorlog. Nu, het is een excuus, Het excuus is, we moesten weer, we kon niet anders zijn. We moesten weer, we konden niet anders zijn. En dat is wel waar, als ik het zeg. Zeker zijn, konden ze niet anders. Maar het probleem is niet dat ze niet anders konden, het probleem is dat ze het zo graag deden. Het probleem is dat zij op gevlamd waren van het begin om van Hitler zoveel mogelijk wapens te presseren. Alsjeblieft, niet een kop van ons. En Hitler heeft rekening blijven betalen. Hoe is dit? Kon hij dat niet betalen? Het is nu 44. En iedereen weet dat. Het is nu de Stalingrad. Ik heb u straks gezegd, op 5 december was het kerel van de Rome. Maar niemand wist het. Behalve Hitler en zijn generaals. Maar een jaar later, de stad van Stalingrad. Toen wist iedereen dat Duitsland is gevriezen op. Zeker weten, zeker weten. Hè? Zeker weten. Het is nu 44. En wie betaalde de nazi's de rekeningen? Ze voeren altijd grieven van Zwitserland, van Zweden, van Amerika. Hoe betaalden ze? Het antwoord is, met goud. Met goud. Van de Joden. De tanden van de lijken allemaal zo. Al de Engelsen. En de andere buiten zijn gestolen. En waar gaat het geld naartoe? Laat ik het zeggen. Nu komt met de Zwitserse bank eens kijken. In Zwitserland is de stad die dichtst bij Duitsland ligt. Dat is Basel. Daar steekt de Rijn over. Van het Zwarte Woud. De Rijn. Dat is Basel. Dat is een kleine stad. En dat is een bank. Die bank noemt de Bank of International Settlements. En die bank is er altijd. Die werd opgericht in 1929 om de herstandbetaling van Duitsland aan de Eerste Wereldoorlog te vergemakkelijken. En alle banken, alle grote banken, naast van Europa, waren betrokken, ook de Belgische bank. Maar de grootste bank was de Duitse bank, de Amerikaanse bank. En wat deden ze in de grondwet, in de statuut van die bank, stond er dat de voorzitter van de bank moest altijd een Amerikaanse bank. En de directeur-generaal moest altijd een Duitse. En was de voorzitter
in 1942, naar Nederland? Ah, ja, wat he? Ik was een man met Kittering. Ah, ja. En was de directeur een Duitser? Ah, ja, wat. Was de nazi? Ah, natuurlijk. En die directeur zat in Basel in 1941, 1942, 1945, en klapte ze dan? Ah, natuurlijk. Dat ook. Ah, natuurlijk, ze zijn zwakker samen. En in Basel kwam dan Amerikaan samen sturen op ze. Ah, ja, natuurlijk. En wat voor de zaak deden ze? Bankiers, dat je dat niet interesseert, joh. Weet je, droegenboel allemaal, wat de punt. Als je, allee, betalingsgezien, voor kijk, ze vorige me verplaatst nog een keer in een kabinet uit Duitsland van de NSS. Was je geleerd? Hout. Ah ja, zo mooi, was het blijven heen. Die betaling, ja, moet ik nog even spreken, want dat is. En als je zegt van, Paul Valéry, wil ik gezegd, oorlog, is een massacre waar de mensen die elkaar niet kennen, elkaar vermoorden omwille van mensen, voor rekeningen mensen die elkaar heel goed kennen. Die elkaar heel goed kennen. En kijk, ik heb eigenlijk al te lang gesproken, denk ik, dus ik ga nu stoppen en dus, achteraf kun je nog vragen stellen. Kijk, ze waren graag als de water ligt. Dus ik ga nu stoppen en achteraf vragen als en mijn boeken, die wil je, ja, mensen, pas op, ik heb een prachtig, weer prachtig boek, zoals gezegd. Weet ik dat ze prachtig zijn, heb ze zelf geschreven. En die zei vanavond speciale prijs. Have I got a deal for you? Zeggen ze in Amerika, have I got a deal for you? Normaal 20 euro is vanavond 15 euro's. De handtekening. En verplichte lectuur, hè? Als ik aan koop, moet ik hem lezen. Dank u wel. Naar binnen gooien en de Ibrahimaal was op een half uurtje meegenomen. Maar ik weet waar u naar verwijst. Er zit een Duits vliegtuig dat neergekomen is achter de Belgische lijn. En dat waren spionnen waarschijnlijk. En dat kan zijn, want u vertelt die anekdote, maar het heeft ook weinig niks te maken met mijn thema eigenlijk. Dus het spijt me dat ik u dat hier niet verder kan vertellen. Zelf. Dat ze hebben gehoord, de Duitsers hebben, als ze voor zijn polen aanvielen, hebben een paar concentratiekamp mensen in een postuniform gestoken en die doodgeschoten en gezegd dat waren Polen ons aanvallen. Dus dat bedoelt u, dat is gewoon een voorwendsel dat door Hitler in elkaar gestoken werd om dan te kunnen zeggen, wij hebben niet aangevallen, de Polen hebben ons aangevallen. Dus. Maar ik zeg, ik blijf niet graag met de militaire geschiedenis, want mijn boeken zijn eigenlijk over de sociaal-economische achtergronden en zo. Dus militaire zaken, daar zou ik liever niet op ingaan, want de meeste van ons kennen die historisch min of meer, de veldslagen en zo. Maar dus ik blijf niet bij Amerika en de oorlog, de rol van Amerika en zo, en de rol van de Amerikaanse firma's en zo, dat alle aanstappen is. Veel mensen weten er weinig of niks vanaf. Ja? Oké, hoe heeft Duitsland zich nodig gefinancierd? Dat staat allemaal in mijn tweede boek, waarvan ik nog 3 exemplaren over heb.
slechts 1500 euro's. Dus dus wacht niet te lang, want ze gaan straks eens allemaal weg. Duitsland, waar het gaat vandaan. Duitsland, als hij daar de macht kwam, was niet straatarm. Duitsland was een rijk land. Maar zoals veel rijke landen, denk je niet dat de regering aan het geld kan. Je hebt de rijke landen waar de staat arm is, waar de mensen zijn rijk. En die willen ook de staat. Dus nu is de vraag dan, hoe kan de staat geld loskrijgen van mensen die geld hebben? Om bijvoorbeeld een project te financieren. De oorlog. Als Hitler had Hitler gezegd, in 1933, als hij de macht had, aan de rijke Duitsers, zoals Krupp, bijvoorbeeld, en Siemens. Jongens, wij gaan een systeem van sociale zekerheid invoeren. Kom niet over de pinnen bij uw geld, we gaan erin investeren. Dat hij niks kreeg. Maar toen hij zei, jongens, we gaan in een dikke vette oorlog komen zien. Kom een keer bij uw poen af, we gaan investeren. Ze kwamen zelf op paf. Want dat was een fantastische opportunity, zoals mijn Amerikaanse vrienden zeggen. Want die mannen, zoals Krupp, die beelden de oorlog. Ik schreef een boek, een artikel erover. De oorlog was niet Hitlers oorlog. Men denkt te gemakkelijk dat Hitler de oorlog wilde en alle andere Duitsers meegespeeld heeft in de oorlog. Dat is niet waar. Het is omgekeerd. De Duitse industriëlen wilden oorlog en hebben ervoor gezorgd dat de man aan de macht gekomen is die hun oorlog bezorgde. Want daar zat geld in. Zoals ik nu zeg over de Amerikanen, oorlog betekent dikke, vette winst. Voor degenen die de vliegtuigen, de tanks, de motoren, de naften zo mogen leveren, die pakken de poen mee en de kleine man betaalt. Wat de beurderschieter zei, er komt een oorlog. Er moet geïnvesteerd worden in de oorlog. En die mannen zeiden, geen probleem. Schacht, de bankiers, de Dresdner Bank, de Deutsche Bank, waren als de kippen bij om Rijks, dus bonds, dus staatsobligaties uit te geven, waarmee dat Hitler dus geld kon opscheppen om te financieren. En dat deed hij met dat geld. Heen, dus mensen zoals de rijke Duitsers, zoals Krupp en zo, leenden geld aan de Duitse staat, die dan bij hun kwam kopen. Waar heb je? Ze verdienden dikke interest van de staatsobligaties en met dat geld dat ik leende aan hun kocht hebben. Fantastische zaak. Dus het is niet alsof Duitsland geen geld had en Amerika Hitler vond het uit. Nee, maar natuurlijk kon hij niet genoeg geld verdienen. Dus moest hij ook Duitse obligaties verkopen op internationale markten. Dan kwam met de Amerikaanse banken ter hulp. Want vele Amerikanen, rijke Amerikanen, kochten ook Duitse staatsobligaties in de jaren 30. Want de zaken draaiden beter in Duitsland. En ze roken ook een goed zaakje. Dus ze kochten ook vele Amerikaanse banken. Maar verdienden geld door staatsobligaties Duitse aan de markt te brengen. Onder andere de Union Bank of New York. Dat was de bank van de grootvader van George Bush, Prescott Bush. Dat weet je misschien. En de Bush-familie is geen oliefamilie. Ja, dat is een bankiersfamilie die dankzij Hitler heel veel geld verdiend hebben. Hè? En dan met dat extra geld dat ze hadden. Ondertussen hoort dat ook oliefirma's mochten leveren in Duitsland dat veel geld verdienden. En Prescott Bush is in zijn zoon George, gaat hier investeren in de olie in Texas. Want dat kun je ook leveren aan Duitsland dat hij veel geld verdienen. Dus, en dan ook, Hitler ook veel geld geleerd dus. En in feite, meer geleerd dan hij kon, dat hij had. Want niet te betalen. Maar als zijn broer, hoe gaat dat betalen? Nee, dat was de antwoord eenvoudig. Er komt een oorlog en de verliezers gaan betalen. En zo was het ook. Als hij het België binnenvindt, wat is er gebeurd met het goud van de Nationale Bank van België? Dat hebben de Duitsers meegenomen. Wat is er weer met het goud van de bank van Tsjechoslowakije? Dat hebben de Duitsers meegepakt. Ja, natuurlijk. Overal de Duitsers hebben ook gewoon gestolen, dus geplunderd. Rijkdom, zelfs tot niet te goud, in de banken, zelfs kunstschatten, champagne, dus alles hebben ze meegenomen als ze konden. Hè. Dus op die manier heeft hij de oorlog gefinancierd. Inderdaad. En dan ook, heeft ook heel veel geld verdiend door de Joden te onteigenen. De Joodse bankiers, de Joodse grote zakenman, moesten weg, moesten hun zaken verkopen voor een appel en een ei. En daar maakten dan ook de nazi's niet alleen, maar veel Duitse firma's heel veel winsten bij. En dan werd ook besparingen verricht op kosten van gewone Duitsers. Want alle sociale, veel dingen van sociale zekerheid werden afgeschaft. Besparingen, zoals nu in Griekenland. Hè. Dus besparingen op de kleine man. En dan investeringen van de grote man die groot zagen in het Dassault-programma. Bewapening en besparing voor de gewone mensen. Dat was de feit. Dus ik hoop dat het antwoord op uw vraag. Ja. Kunnen we misschien even toelichten de Weimar-doctrine, dat de wetten is ervoor. Dus
kijk, de spreek over de inflatie van de jaren 20, dat heeft eigenlijk op zichzelf nog weinig te doen met de nazi Duitsland. De Weimar Republiek, nu moet ik spreken over Duitse geschiedenis van de Eerste Wereldoverschakeling. Ik vrees dat dat een beetje iets anders wordt, heel anders wordt nu eigenlijk dan, want dat is een groot thema. De Weimar Republiek was een democratische staat, de meest democratische vorm van staat die Duitsland gekend had tot dan toe, die natuurlijk ook heel veel fouten had. Hè. Het groot probleem van de Weimar Republiek was dat er nog altijd eigenlijk het leger die veel te machtig bleef en eigenlijk de veel opzichten de politiek kon bepalen. En dat het gerecht sympathiseerde met die extreemrechtse bewegingen zoals die van Hitler en die mannen maar liet doen en uit de vingers keken allemaal. Het leefde er een beetje lekker in dat tilzo. Dus dat regime was een democratisch systeem, maar ze waren veel te laks tegenover schurken en partijen zoals die van Hitler. Ja. Van welke particuliere vrouw? Mensen van het goud van het volk? Nee. Dat deden ze niet. Nee, dat deden ze niet. Ze confiskeerden de rijkdom van de Joden. Dat wel, hè. Maar als je zegt van de particulier, denk ik dat je bedoelt aan de gewone Duitsers. Ten eerste de gewone Duitsers, de gewone Duitsers, de werkmensen hadden geen goud. Dat is eenvoudig. Ze mochten naar rondgaan, ze hadden geen goud. Ze hadden de mensen leefden voor hun loon, dat ze nauwelijks weer konden leven. Dus je moest dat je goud confiskeren, je moest je goud gaan zoeken wat er is. Dus als je hout wilde, moest je naar Zwitserland gaan bijvoorbeeld. Hè? Of bij meer Kruppers, maar die gewone mensen hadden geen hout. Wat ze wel deden, is dus de sociale diensten besnoeien. En op die manier dus de kosten van de gewone mensen in Duitsland. Op die manier ook geld besparen of om te kunnen meer investeren in oorlog en zo, in bewapening. Dat deden ze wel. Maar bij ons bijvoorbeeld, ik heb dat ook al gelezen, dat ze geld gaan besparen van iedereen. Bij ons, zeg je, de bezetting. Oei, maar dat is voor Duitsland. Het duurde voor de oorlog. We dachten over de besparing. Dus we hoe dat doet, dat Hitler zijn bewapening financiert. De Duitsers, zoals we al gezegd hebben, als de landen die ze bezet hebben, hebben veel gestolen. Geconfiskeerd gestolen. Onder andere het goud van de Belgische Nationale Bank. Maar en dat ze dan eventueel ook bij enkelingen goud zouden opgeëist hebben, dat ik weet dat zo niet. Ik zie dat zo maar niet hoor. Het is mogelijk. Het is mogelijk. In Amerika is er de jaren 30 wel gebeurd. Wat is er de jaren 30 gebeurd? Het goud tegen de gevangenisstraf moest in de leven worden. Dat kan zijn. Dat kan zijn. Maar het is ook niet wel. Beloven van naar Palestina te gaan, en ze moesten dat alles achterlaten. Dus daar heb ik veel geld van gehad. Ja, de rijke Joden mochten dus weg het land, moesten weg in feite. Ja, de rijke Joden moesten zijn zaken overlaten voor een appel en een ei, veel te weinig geld. En moesten ook zware taksen betalen, en dus werden dus ook geplunderd zoveel mogelijk. Maar velen konden dan toch nog met tamelijk veel geld weg, maar een fractie van hun fortuin. Maar naar Palestina, de meeste Joden die weg konden, gingen naar Amerika of ergens anders, of naar Engeland. Toen Palestina was dat nog niet beschikbaar voor Joden. Een van de interessante dingen, een interessante platzijde in die context, is het volgende. Hitler heeft de Joden uitgemoord. Maar die systematische uitmoording van Joden, is pas laat begonnen. Dat weet je nog. Wanneer is hij niet begonnen met de systematische uitmoording van Joden? Ja, maar de vraag is nog altijd, wanneer is Hitler begonnen met de systematische uitmoording van Joden? Op grote schaal. Op grote schaal is het onder woorden in de uitroeiingskampen zoals Auschwitz. Wanneer is het begonnen? In het begin 42. Januari 42, de Wannsee-conferentie. Waar Himmler, die van de SS, dat besprak, hoe ze dat gingen doen. En dat ze dan hebben ze besloten van de Joden, ze hadden er al veel vermoord, pas op hé. Maar niet systematisch, dus de gaskamers binnen en dan verbranding en zo, dat is de uitleggingskampen in januari 42. En tevoren, in de jaren 30, als hij aan de macht kwam, maakte hij duidelijk dat hij geen Joden wilde in Duitsland, maar dan zei hij, we gaan jullie allemaal vermoorden. Ze zei, we moeten weg. Duitsland moest Judenrein zijn, zei hij. Dat is geen Duitsers. Maar ze mochten weg. Maar niet zomaar weg, hè. Je moet de politie pakken, je geld, nee. Dan moet je er om weg te mogen gaan. En dat is aftrollerij. En moet je firma verkopen en wij zeggen dat de prijs zal zijn en zo. En daar hebben ook veel grote Duitse banken en grote firma's een feest gehad. Want die hebben kunnen van een appel en ei concurrenten overpakken. De
De Deutsche Bank is daar, de Deutsche Bank is eigenlijk super rijk geworden. Het is de grootste bank in Europa geworden. Omwille van de arisering, zoals ze zeggen. De verarisering van de Joodse eigendom. En die Joden die dan, als ze geplunderd waren, zoals kikkers eigenlijk, dan mochten ze het land hebben. Maar, veel Joden waren niet rijk. Hadden geen geld. Kon dus niet weg. Want je moest geld hebben om weg te gaan. He? Als je misschien niet wegraakt, zijn die Joden die achterbleven. De arme Joden, die blijven zitten zijn in Duitsland. He? En dan dat nog armere Joden uit Polen, als Duitsland Polen bezet heeft. Die, daar bleef Hitler mee zitten. Maar, in de jaren 30, dus om terug te komen op het thema dat Hitler de Joden weg wilde uit Duitsland. En waar ze naartoe gingen was voor hem worst. Toen ontstonden er contacten tussen een Joodse beweging die men het Zionisme noemt. Want elke Jood is geen Zionist, maar elke Zionist is een Jood. Zionisme is een beweging van Joden die zeggen naar Palestina moeten we gaan. Joden in thuisland Palestina. En het Zionisme, op dat moment was al een beweging, maar had nog Israël bestond nog niet, hè? Maar ze werken eraan. Hè? En de Zionisten in Duitsland zeggen, Hitler en wij denken gelijk. Hitler wil ons buiten en wij willen ze weg de Joden. Toen wat we moeten doen, is met Hitler praten en zeggen, goed, wij ons weg, we gaan weg. Helpt ons van de Palestina. En grote mannen zoals Ben Gurion, de grote helden van Israël, hebben waren in bed met de SS en met Hitler om te kunnen zoveel mogelijk Joden uit Duitsland naar Palestina te brengen. En als je durft nou hoeveel is er natuurlijk, is dat een pijnlijk thema natuurlijk. Ik denk dat het essentieel is dat in plaats van te spreken over de Joden, dat men onderscheid maakt tussen de Zionisten natuurlijk. De etnische Joden, de echte Joden, en dan wat men noemt de Ashkenazi Joden, de Rothschilds enzovoort. Trouwens, het is een bekend geheim dat Hitler zelf Rothschild bloed in de aderen had, dat hij een kleinzoon was van. Zijn grootvader met Rothschild geloof je dat, hè? Ja. Oh, ik geloof dat niet. Ik geloof dat niet. Daar wil ik zeggen, daar zijn we op een gevaarlijk gebied. Dat noem me mijnenvelden. Want daar zijn al veel geruchten over lanceerd. En daar vind ik wel dat ik ook wel van pas achter zeg. Want dat is zeker niet waar. Het is zeker niet waar. Dat er zo'n historisch wordt gefortuurd weer, dat ik daar zijn grootvader was een Jood, of hij was zelf een Jood, of zij had een keer mijn Jood dit op dag gedaan en zo. Ja, maar pas op, Ashkenazi's zijn gewoon Joden in Oost-Europa en de Sephardische Joden in Spanje. Maar ik bedoel, dat is... Ashkenazi's zijn etnisch Joden, dus qua bloed, ja. Dat zijn geen Joden. Toch wel. Nee? Toch wel. Ik denk dat de Khazaren-theorie, dat ze afstammelingen van de Khazaren zijn. Dat is de kop niet. Er zijn genetische testen hebben gedaan, dat is Ashkenazi Joden en Sephardische Joden in dezelfde links. Dat is gewoon niet waar. Dus, ik wil daar niet op ingaan, want dat zijn dingen die ik vind, dat zijn geschiedenis die verteld worden en men kan er eigenlijk niet bewijzen nog, want men zegt, en ja, hoe kunt u nu zeggen, het is niet waar, het is waar. Het is, een historicus kan alleen maar over dingen spreken die kunnen een beetje bewezen worden, overtuigend. En hier spreekt mij, ik denk dat we daar niet verder gaan raken dan mee. Met gewoon beweringen die onbewijsbaar zijn. Dus dat als je het echt bekijkt, dat die Tweede Wereldoorlog in samenspraak is op voorhand achter de schermen overeengekomen, ja. En dat men dan de spanningsvelden heeft gecreëerd. Maar zo is het niet. Zo is het geweest. Nee. De oorlog, Amerika, ik ben ervan beschuldigd geweest een paar keren, dat ik mijn boek schrijf dat Amerika de oorlog uitgelokt heeft. Ja, die schrijft dat Amerika verantwoordelijk zou zijn. Ik zeg er niks van. Amerika heeft helemaal oorlog uitgelokt. Amerika zat eigenlijk liet doen wat er in Europa gebeurde, was natuurlijk geïnteresseerd, maar is eigenlijk de oorlog gesukkeld een beetje, want ze zijn er zelf, had Hitler niet in oorlog verklaard aan Amerika, zoals ik gezegd heb, wat Amerika misschien de oorlog gevoerd tegen Duitsland. Hè. Dus ik kan niet zeggen dat Amerikaanse leiders, elites, industriëlen, wat ook zij, de oorlog gepland hebben. Dat kan men niet zeggen. Ze hebben er wel dik van geprofiteerd. Als de oorlog uitbrak, Ze hebben gesympathiseerd eerst met de Duitsers, en ze hebben ook dik van weten profiteren. Dus ze zijn verslaafd geworden aan de oorlog, omdat de oorlog al winsten gebracht. En daarom hebben ze nooit opgehouden met oorlog voeren. Maar om, ik, ik,
om op te zeggen dat Amerika de Tweede Wereldoorlog uitgelokt heeft, nee, dat is niet waar. Maar als je logisch denkt, al die andere oorlogen zijn mogelijk gemaakt, zijn uitgelokt. Ja. Ja, maar ik zeg niet dat Amerika nooit geen oorlog uitgelokt heeft. De Koude Oorlog is Amerika zeker gewild en uitgelokt. En de Golfoorlog is Amerika gewild en uitgelokt. En de oorlog tegen terrorisme is Amerika gewild en uitgelokt. De Tweede Wereldoorlog is eigenlijk Amerika, is voor Amerika een revelatie geweest. Die ze dan plots een opportunity inderdaad, een opportuniteit, waar ze eerst zo'n beetje niet goed wisten wat gedaan ermee, maar dan hebben ze gezien dat is fantastisch, hier kunnen we een dikke poen verdienen. En dan hebben ze wat genomen van de oorlog. Maar uitgelokt, nee, dat denk ik niet. Wat ben je de vraag? Is die echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Dat is, ik zal niet zeggen hoeveel miljoenen mensen omgekomen zijn, maar ik was nog in Auschwitz onlangs. En er is niet alleen dat ik er niet was, dat het echt gebeurde dat ik er was, maar er is meer dan genoeg bewijsmateriaal in de vorm van archiefmaterialen en van archeologische overblijfselen. Dus die toon dat er daar gebeurd is, dat is zeker wel zo. Maar wat een andere vraag? Kijk, de meeste geschiedkundigen zijn akkoord over dat cijfer 6 miljoen. Nu, zoals je al zegt, was het nu 5 of 4,5, maakt eigenlijk weinig verschil uit. Er is zelfs, bijvoorbeeld over Dresden, de bombardement van Dresden, ik had er een artikel over geschreven. Zijn er daar 40.000 mensen omgekomen, of 80.000, of 120.000, of misschien 200.000? Er wordt over gediscuteerd en zal altijd over gediscuteerd worden. Voor mij is dat niet zo belangrijk. Er zijn daar duizenden mensen omgekomen. En waarom? Dat is de grote vraag. Waarom? Ja, omdat er nu 40.000 waren of 80.000, hoe meer natuurlijk, hoe erger. Maar op een zeker ogenblik worden de statistieken zelf een beetje irrelevant. Dan heb je, nu is hier 6 miljoen, waren misschien 5 miljoen, voor mij is dat niet zo belangrijk. Maar heel veel mensen, maar men weet wel, men wist ook hoeveel Joden er wonen bijvoorbeeld in Polen voor de oorlog. En hoeveel er nog teruggekomen zijn na de oorlog in die dorpen en zo. En er waren er veel, de meeste zijn niet teruggekomen. Dus men heeft dus kunnen rekeningen maken. En men moet er ook rekening mee houden dat de nazi's zelf, zoals goede Duitsers, alles mooi inschreven. En ten andere, ze hadden de voorlopers van onze computers uitgenodigd. Ze hadden de ponskaarten. En wie maakte de ponskaarten? IBM. Ja, voilà. IBM. En die waren om de troepen te versturen naar het front. IBM. En Coca-Cola erop gezet. Wie naar Coca-Cola? Goed verkocht in Duitsland voor de oorlog. Er waren twee Duitse soldaten die gevangen genomen werden door Noord-Afrika. En ze werden langs een kaderbureau naar Amerika gestuurd om de gevangenschap te gaan. En ze waren de haven van New York binnen en ze zagen daar een grote reclame voor Coca-Cola. En de ene Heinz zei tegen zijn vriend Frits, en ze kijk naar iets, Frits, hier hebben ze nu ook al Coca-Cola. Want die dacht dat een Duits product was. Die dacht dat het een Duits was. En de Weermacht is België binnen en trok met flesjes cola in de hand. Als een frisdrank voor de Weermacht. Ja. Ja, ja. IJskoud, Coca-Cola ijskoud. En in 1941, als Amerika dan in oorlog raakte met Duitsland, kwam die vieze siroop niet meer af. Die suiker en drol, daar is erin. Ik denk dat dat spul natuurlijk nooit zo leeg. Ik denk ook rum zonder Coca-Cola. Doe maar, dan hadden ze in Essen hadden een probleem. Want Essen was de bottelarij van Coca-Cola. Hè. En dan moest je natuurlijk iets toch een frisdrank verkopen en ze hebben een nieuwe frisdrank uitgevonden. En welke was dat? Het antwoord: Fanta. Fanta is uitgevonden door Coca-Cola in Essen in Duitsland in 1942. En ze zijn Fanta binnen verkopen. En in Fanta zit er niks van appelsien. Want ze hadden geen appelsien in Duitsland genomen. Dat is allemaal zo ergens brol, pucht, in een flesje. Zo'n kleurken erop, een foto van een appelsientje en de donor is dat zo'n appelsien. En dus Fanta is een product van Nazi-Duitsland. En ze verkochten in België en Frankrijk onder de oorlog, onder de naam Capi, C-A-P-P-I. En ik was voor een paar maanden in Turkije en ik kocht daar, ze hadden een goede kersen in kannekken, met kersensap. En het noemde Capi.
Ik zeg dat zeker Coca-Cola. Ze hebben de Coca-Cola Corporation. Ze hebben die naam nu naar de Turkije gebracht en dan verkopen ze kersensap onder de naam Cappy. Die ook een uitvinding was van de Duitsers, maar dan in de bezette landen. Want in Duitsland zelfs gebruiken ze Fanta, in Frankrijk en in hier Cappy. Ja, heel nog vraag, ja. Ik heb ook geproduceerd, ja, vele jaren lang. Deze theorieën, waar je in? Wel, ze zeggen dezelfde theorieën. ik heb dat boek geschreven, die boek geschreven, het eerste in het jaar 2000 is het uitgegeven, en het tweede in het jaar 2009, dus nog niet zo lang geleden. Ik heb het eerst geproduceerd in de jaren 80 en begin na 90, vanaf de jaren 7 eigenlijk. En toen had ik nog niet dezelfde ideeën die ik nu heb. Men blijft zich ontwikkelen natuurlijk. Hè. En ik heb er natuurlijk al beginnen aan het denken op bepaalde zaken al heel vroeg. En ik heb over bepaalde thema's dan toen al gesproken, maar het duurde een tijdje voordat die zaak begint zo vorm aan te nemen, dat je het zo'n beetje begint in te zien, en dat je een boekvorm kunt uitgeven en dat je kunt over spreken, dat een beetje overtuigend is, hoop ik tenminste. Zijn ze vertaald? Mijn eerste boek is vertaald in 6 talen. Dus het is ook beschikbaar, het is in het Nederlands uitgegeven in 2000, in het Duits, in het Engels, in het Frans, in het Italiaans en in het Spaans. En het tweede boek, dat komt nu uit binnenkort in het Frans. En ook waarschijnlijk binnenkort, ook was het in het Engels, maar ik moet er tijd voor vinden. Ja. Vorige week stond er een mooie reportage in de Nieuwe over de 5 laatste mensen die dus vanuit Joden, vanuit Machen gedeporteerd zijn naar Auschwitz. Ja. En die mensen deden dus lezingen en het zijn al 5 over nu, momenteel. Ja. Maar na die, dat kunnen we nog. Dat kan zijn, dat is wel leuk, hè? Maar dat die mensen meegemaakt hebben, is het een ander. Maar ze hebben het overleefd. Ik had een buurvrouw, die in Auschwitz geweest, had een tattoo. Een nummer. Een nummer van IBM. IBM-nummer van de Ponskaart. Want die waren discreet een nummer. En dat was een indruk IBM. Daarmee dat ze dus ook weten, hoe kunnen rekenen hoeveel mensen per dag omkwamen. Want ze hebben die lijst en ze hebben die Ponskaart, ze hebben er allemaal kunnen vinden. Oké, een vraag niet meer dan nu, ben ik. Ja. Iemand die zijn geschiedenis kent, die kan de toekomst een beetje inschatten. En heb jij enig idee wat er aan het gebeuren is met Griekenland, Europa en hier op de grondlijn? Wel, ik denk dat ik er een idee over heb. Het is in feite de geschiedenis, inderdaad, zoals gezegd, als je een beetje het heet wilt begrijpen en een beetje een idee wilt hebben over de toekomst, moet je zeker naar het verleden gaan. Moet je zeker naar het verleden beginnen kijken en dan zou je de dingen te zien. Kijk, grote firma's, of dat ze nu Duitse zijn, of Amerikaanse, of Belgische, die willen dik veel geld verdienen. Heel geld verdienen. En hoeveel ze ook verdienen, ze willen volgend jaar meer geld verdienen. Wij, veel van ons, en wij als we op een goed jaar een beetje geld verdienen. En als we een goed jaar mooi kunnen helpen, is we content. Maar goede mannen, zoals een Bush en zo, als die misschien vandaag 10 miljard dollar hebben. Dan zijn die niet tevreden als die volgend jaar nog 10 miljard dollar zijn. Dan willen die volgend jaar 11 miljard dollar zijn. Die willen minstens 5% meer bijvoorbeeld. Dat is een zachte bedragen. Dat is, hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat? Hoe kun je zo winsten blijven versieren? Hoe kun je dat? In feite is het onmogelijk. Maar je kunt het proberen. Hoe kun je het doen? Door nieuwe markten te veroveren. Door de grondstoffen die je nodig hebt om te maken steeds goedkoper te maken. Dat betekent dat we in Afrika. Dat veel rotsen verlevert, dat de mensen daar minder geld moeten krijgen. Als ze een koper en een moment afgeven, ben er van niks. En als ze dat niet willen doen, dan zorg dat er een list dat wel wil doen. Als er een man oorzaak is, die denkt dat hij zijn grondstof kan gebruiken ten bate van zijn eigen volk. Ik zal maar zeggen, een knul zoals in Gaddafi bijvoorbeeld. Die zijn oliebronnen, die olie die je wil naar ons doen, dan moet hij van uit de weg. Dus dan moet de olie en de grondstoffen moeten zo goedkoop worden gemaakt worden. Als dat betekent dat de derde wereld op zijn kind moet kloppen en uitkomen, that's the way it is. Okay. Het betekent ook dat de mensen onze prol moeten kopen in grote hoeveelheden voortdurend nieuwe prol moeten kopen. Dat wat het ook is wat produceren, je moet kopen. Dus je moet ook de reclame maken dat je dat absoluut wilt. Hoe slecht het ook is voor je, hoe voor een pug het ook is, hoe duur het ook is, hoe dat het ook onmiddellijk al absoluut is, verouderd is met dat je het koopt. Ik heb nog maar een gsm gekocht en is al oud. Komt een computer volgend jaar door de weg schijnen. De televisie brol volgend jaar. Fortuin kapot. Hoe dan ook de wereld, de natuur om zeep helpt, dat is ons juist gelijk.
En dan, als we dan nog een geld meer gaan verdienen, dan is er steeds minder mensen van ons bewerken, die we bijhouden, harder bewerken en minder betalen. En dat is juist, dat in dat scenario heb je geen voorhand. De nazi's deden dat, Hitler deed dat. Hitler deed de gewone mensen in Duitsland minder verdienen, harder werken. En de rijke Duitsers profiteerden ervan. De rijke Duitsers vonden Hitler, die deden wat ze hebben. En inderdaad, markten veroveren en Duits veroveren, het is een beetje tegengevallen, maar in feite was Hitler in de man. En de Amerikanen wilden ook oorlog, wat pracht wat dat ze wilden. Hè. Door de oorlog heeft Amerika markten veroverd. Hè. Heeft ook met de hand weten dat ook op grondstof en allemaal zo. En veel voordelen moeten halen. Hè. En dat moet blijven duren, dat moet blijven duren. Daarom wordt er ook voortdurend overal oorlog gevoerd. Ik kom niet uit het Kyrgyzstan. Kneitland in Centraal-Azië, zoals daar in Kneitland mag er niet zijn, dat is een tof land, dat is op veel opzichten. Ga land daar op een luchthaven, in Bishkek. Die luchthaven is zo'n beetje de grootste luchthaven van Oostende zeker. En dan komt er s'nachts zo 2 uur, en daar staan zo 20 dikke zwarte vliegtuigen. En welke zijn dat, denk je? Dat zijn Amerikaanse vliegtuigen. Voor het leger. Want daar is er, naast het Afghanistan, en dus die hebben daar ook een dikke basis. En zeker, Amerikanen zeggen tegen die regering in Kyrgyzstan, wij moeten hier een basis hebben, dus, en er is daar een basis. Als we dat niet doen, dan eindigen die basis daar, zoals de Gaddafi of zo. Dus ze moeten zeggen, ik bedoel maar, dus wat we kunnen zien in de horizon is, voortdurend meer druk op ons allemaal, omdat die grote mannen nog meer zou kunnen verdienen. Door middel van oorlog, door middel van besparingen. Want jij gaat het sparen. Zij sparen niet hoor. Het zou niet bespaard worden, de militaire uitgaven zeker niet. Hè. Maar moet die F-16 zo kunnen laten vliegen naar Libië en zo allemaal? Hoeveel kost dat telkens? Hoeveel kost dat zo'n F-16? Die direct naar Libië gaan vliegen om daar een paar bommen te smijten met mensen. Dat is misdadig eigenlijk. Hè. Maar dat kost allemaal stukken van mensen. Daar heb je het al voor. En, maar de mensen, die F-16's, dat kost miljoenen dollars. Wie verkoopt die? Nou, Boeing en die mannen. Die zijn rijk en die verdienen geld. Dus ik bedoel maar. Wat ik zie is inderdaad een verdere uitholling van ons systeem, een verdere dus teruggrijpen van de sociale voordelen die de gewone mensen in België en elders over de laatste 120 jaar hebben kunnen verwerven. Een beetje een fatsoenlijk inkomen, een pensioen, een beetje een niet te dure onderwijs, een beetje een gezondheidsdienst. Dat gaat dus allemaal verdwijnen als het niet verder ging. En ik bewonder uw initiatief. Ik moet zeggen, ik bewonder dat. Ik vind dat fantastisch dat jullie, grassroots, zoals men zegt, van de bodem, je een beetje verzet op je eigen manier. Het is misschien bescheiden. Nee, wat ik doe is ook bescheiden. Ik schrijf ook in een boek, dat ook de wereld niet veranderen. Maar als we allemaal een beetje aan de kern steken, dan kan dit kunnen te bus komen. Ze kunnen niet blijven naar de andere kant kijken. Ze moeten dus, je moet niet weren. En als je niet weert, dan kan ik coming at you. Ja? En wat systeem? Het systeem dus. Misschien dat je juist vertaald. Dus het economisch systeem. Maar... Alvin wordt gezegd dat in 1945 Duitsland oorlog voerde, maar het nazisme niet. Het nazisme is niet geëindigd, maar is verplaatst. Dat is wel waar. Het fascisme is niet verdwenen natuurlijk. Het is ook nooit de bedoeling geweest. De Amerikanen had niks tegen fascisme. Ze vonden fascisme, dat is fantastisch zoals ik zei. Ze hebben eigenlijk, in de vrienden was dat de verkeerde nodig. De verkeerde vijand, het fascisme. Het fascisme overleefd, inderdaad. Na de oorlog in Griekenland, de dictatuur van de kolonels en Pinochet en die fascisten in Zuid-Amerika, in Argentinië, en Franco, die heeft het allemaal mogen verder boeren na de oorlog, he. Met de hulp van de Amerikanen. Was er iemand een vraag daarop, dat of dacht ik, ja. Yeah.
in de land waar het COVID is? Wat gaat er in die COVID? Ik weet het ook niet, maar ik weet dit ding. Het is ook een dwang. Ik ben zeker dat veel van die mensen eigenlijk. Die niet aan dat jij de directeur zegt, de verkoopsdirecteur van General Motors. Jij hebt misschien een toffe kerel, een brave mens. Ik ben zeker dat die mannen en vrouwen eens graag zien en kindjes toch zo graag zien. En allemaal dat ja, ze de mis gaan de zondag. Dat is een brave meester, een brave meester. Maar, ze moeten keihard zijn. Want, als zij die zeggen tegen hun werkvolk, meer werken met een helft, en de concurrenten doen het, dan verliezen ze marktaandelen. En dan krijgen ze een toes van hun baas, omdat ze te zwak zijn. Hè? Dus, het is een brave mens, maar hij moet hard zijn, als je een manager wilt zijn. Hè? Want uw aandeelhouders die daar zijn, hè? Die investeerders die verwachten, die hebben verwachtingen. En weet hij ook allemaal, dat ze tegenwoordig zeggen, in uw land, uw regering, dit en dat is democratie net, maar de internationale investeerders verwachten dat er dat dit en dat gaat doen. Wie zijn die mensen? Dat weten we niet. Ze zijn daar. Ze verwachten. Dus jij wordt de necrodemocratie, heb ik gekozen voor uw politicus. Die zeggen tegen u, het spijt mij, maar de internationale investeerders verwachten dat doen. De markten zullen ontevreden zijn als we dit en dat doen. Dus wij moeten. Dus het is niet zozeer dat zij absoluut willen, maar ze moeten. Want als jij dus de verkoopsdirecteur van de firma, dan moet jij u uitbreiden om niet achteruit te gaan. Dan moet jij meer verdienen. Keihard u weer alles doen om meer te verdienen volgend jaar, om te vermijden dat je minder verdient. Want dat is eigenlijk het juiste houden dat we nu zijn. Nee, dat gaat niet. Dat kunt u, dat kan de mens. Dus als je zegt, je moet hoger mikken om toch niet laag te eindigen. Dus misschien dat ze dat niet willen, maar ze moeten. Het is de dwang van het systeem, moet je zeggen. Dus er is geen psychologie in de kop van die mannen, het is de dwang van het systeem. Een van de problemen met de geschiedenis is dat veel mensen het psychologiseren. Hitler was een zot. Gaddafi was een beest. Obama is een brave mens. In andere woorden, het is allemaal zo individueel. Kan er een keurig slachtelijk. Maar dat was een goede keurig. En dat neemt het toch goed. Hij zegt, bullshit. Want als zij denken of willen, Obama, wat hij denkt, is onbelangrijk. Dat is een automaat, geprogrammeerd. Geprogrammeerd. Ze hebben niet gezegd, kom eens hier Pascal, kom eens hier Mark. Zullen jij naar president zijn? Nee, ah ja, oké. Okay. Wat kijk je? Maar ik zei dat je moet doen. Hij moet 4 jaar uit het huis worden. Ik denk dat is wat mannen. Ik heb niet waarde meneer. Ja, we gaan alle soorten dingen zeggen van hoi. We zeggen dat je een nieuwe kennis zegt. Ah, serieus? Ja. En we zeggen dat vrouwen, dat is een beetje like Jacqueline Kennedy. Oh nee joh, echt waar. Echt waar. Ja. En als je het toch eens goed doet, gaan zeggen, nee. Niks veranderd, nee. Je moet je rol voelen, nee. We schoenen spreken over everything will change, we schoenen kan het goed zeggen. Als we dat allemaal goed doen, nog een keer 4 jaar, nog een keer 4 jaar. Dat is ook allemaal. Maar wat dat is, in de kop zit, op tot allemaal belangrijk. Mensen denken dat dat een goeie is. Bush had de slechte, op dat nu een goeie zien kijken. Ga je kennen dat het een goeie is? Kan je natuurlijk ook niks gedaan. Maar dat zijn zo die illusies, dat is die hype, dat is die takarisme dat gecreëerd wordt. Wel, waarom dat ik vermoord is, dat is zoals de vraagstelling van wat er gebeurt op 9/11. We weten niet één ding, dat de officiële versie klopt niet. Wat er juist is, weet ik niet. Ik weet het ook niet, maar ik weet één ding, dat Oswald niet de enige was die er beschoten wil kennen. Dat weet ik zeker. Ik weet ook zeker dat de officiële versie van 9/11 niet juist is. Wat er juist is, weet ik ook niet. Ik wens dat ik dat weet. Ik hoop dat we het ooit zullen weten. Maar er zijn veel dingen waarom we weten dat de officiële versie niet juist was. De oorlog in Vietnam, de Tonkin Golf incident, dat was gewoon leugens. Er zijn veel zulke geschiedenissen in de geschiedenis van Amerika, dat er gelogen werd. Oké, u doet in ieder geval geen vragen stellen. Ja, het was er nu. Vraag af, voor een kennis, waar alle landen allemaal kennis die. Wat hadden we allemaal? Uit de lucht gegrepen. Nee, ik lees soms wat ik in een boek. Ik zou niet van de maan uit van mijn boek lezen. Nee, serieus. Ik heb in Gent gestudeerd, geschiedenis gestudeerd. Ik was studeerd, denk ik, als geschiedenis. Wel. Ik kom hier naar Gent, het eerste jaar. Natuurlijk, je moet niet kiezen. Ze zeggen, dat moet het pad, ze doen dat en dat en dat. Nee, geen keuze. Het was een licentie, daar hadden we een keuze van. Maar bedoel, maar wat kregen wij? Nou ja, de Vlaanderen, middeleeuwse geschiedenis. Ja, Kruisvoort, Eindhoven, Kasteel.
in de slag op het spoor. En dan is je beetje verder boeren, tot aan, de, misschien de Franse tijd, de Napoleon, maar waarom nooit in de 20e eeuw? En op ons boek heb ik nog nooit meer een professor kunnen zeggen over de Russische revolutie, over Lenin. Dat die er geslacht was, dat wisten we sowieso al. Hè. Maar bedoel maar, is er een zinnige analist erover nooit geworden. Want het klopt er niet geen over, was de pijn bij Canada. Dus ik was geen specialist in Belgische geschiedenis. Ik kom natuurlijk aan, ik zou doctoreren. Ik zei, gewoon doctoreren. Ik weet het niet. Maar zijn ze, niks Belgische geschiedenis. Je kunt kiezen. Russische geschiedenis, Franse geschiedenis, Engelse geschiedenis, Canadese geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis, Duitse geschiedenis. Ik kan er van niks iets. Dan kan ik er niks. Ik zeg, ik kan alleen Duits geschiedenis. Dus je schot in de dark side. Ik kan wel eens geleerd, hè? Ik ben Duits geschiedenis gaan leren. En zo ben ik, en dan leer ik, hoe begin dat te leren? Wel, dus zo rap mogelijk zoveel mogelijk te lezen. En dan zoveel mogelijk op te houden. Maar natuurlijk is het niet gemakkelijk. Je leest een boek, je weet eraan, en tegen dat uiteindelijk zijn, weet niet wat er in het eerste hoofdstuk stond. Hè? Maar ik bedoel maar. Als je een student is, studeert je, moet je leren en dan zie je opnieuw begint de verbanden te zien. Dat is het voornaamste. Je moet eigenlijk, de meeste mensen hebben het verkeerd op de geschiedenis. Denk dat ze alles kunnen herinneren, dat is niet waar. Geschiedenis is niet over zich herinneren van alles, het is over het verstaan wat er gebeurd is. Inzicht, begrijpen. En vergeet de details maar eens. Wat ik nu zeg is dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog niet gemotiveerd was door het gevoel van vrijheid en rechten verdedigen tegenover racisme. Bullshit. Ze moet die man geld. Dat zeg ik. En als je dat begrijpt, dan kun je beginnen verder lezen. En dan kun je beginnen dingen verstaan en inzicht en zien en dan ook vergelijken wat er nu gebeurt. En dan ook die een bullshit die je nu krijgt, die geloven dat ze dan naar Libië gaan, wat er een slechte en de macht is die we willen verwijderen. Ze zeggen, we zitten daar toch verdorie zeker, waarvoor zou het anders zijn? Democratie is dat. Ja. Ik zou wel willen dat op een andere kant of een andere aangelegd is. Ja, dus, natuurlijk. Dus, ik heb allemaal met allemaal, ik heb dat gehad, ook bepaalde boeken die aan de ritme blijven plakken. Dat is ook in een boek geweest dat gezegd om de Jew. En hier heb ik toch een inzicht gekregen. Maar dat voel je eigenlijk? Maar ja, nee, dat ik al gelezen heb. Maar ik kan zo'n boek lezen bijvoorbeeld dat gezegd, ja. En wat geleerd? Nee. Maar soms lees je een boek zegt om de Jew. Wauw, verdomme, tell you why. En dan leert het. Tell you what, kun je niet. Ik kan een paar boeken geven, een andere in mijn voorwoord van vermelden die boeken. Waar ik zeg, daar heb ik geleerd. Als je een stuk of 10 boeken dat ik zeg, als ik terugblik over mijn vele jaren geschiedenisstudies, dat ik zeg, daar heb ik met 10 boeken heb ik echt veel geleerd. Oké, maar zo vragen dan maar niet meer. Hans het spel. Er is nooit niet iemand op de hoogte van Hans het spel. Dat kunnen ze zeker weten. Dus, maar er zijn veel mensen dus die iets doen en bepaalde inzicht nemen. Maar de Amerikaanse generaals zijn ook de mensen die het Hans het spel moeten kennen. De Amerikaanse generaals moeten een troepen leiden en moeten een grotere overwinning uit de bus komen en zo. En bepaalde generaals hebben natuurlijk wel politieke ambities en gedachten en voorkeuren. Bijvoorbeeld. Geef ik een naam van de Amerikaanse generaal Tweede Wereldoorlog? Ik wist dat geen Padden. Waarom wist dat Padden niet zeggen? Padden was de, inderdaad, Padden. We kunnen niet anders. Padden was de generaal, maar met politieke gedachten. Wat was de politieke gedachten? Hij was de fascist. Hij was een fascistisch zwijn. In Duitsland had hij zeker een van de grote nazi's geweest. Hij had het voor iedereen, hij had het voor de Duitsers. Hij haatte de Russen, de communisten. Dat was zijn geleerd. In de Duitsers waren ze mee aan, het kon niet schelen. Hij had het liefst onmiddellijk omgedraaid met de Duitsers weer achter de Moskou gezien. Waarom? Hij haatte het communisme en hij vond het fascisme toch zo schof. En hij was ook een verder racist. En antisemiet. Zoals Hitler. Ik zei het, Hitler heeft veel geleerd van Amerika. Amerika was het model. Dat mag dan goed. Dat is vreemd om te zeggen, nee. Dus je kon ervoor toegeschoten worden als er zou zijn in New York en op Broadway ergens. Maar Amerika was het model, het grote voorbeeld voor Hitler. De voorbeeld van het Westen. Die rode vellen mensen niet met weg. De zwarten doen draaien. En wij, die schrikken. En ons komen we op. En Hitler had hetzelfde. Met mij het Oosten. Amerika had het Westen, het Wilde Oosten. En die vallen Joden kapot. En die slaven, die Polen en die Polen en die Russen, die moeten ons werken.
En wij drinken bier en schnaps. Het is misschien ook interessant om eens te onderzoeken op welke ideologie komen. Dat is eugeniek dan voor een groot stuk. Natuurlijk, het is eugeniek, eugenics zoals men dingen zegt. Dat is ook iets dat Amerika gemeen had met de Duitsers. Inderdaad, de mensen die dus niet waardig waren van lid te zijn van onze Arische gemeenschap, het wegruimen. Ja, natuurlijk, dat is zeker. Maar ze zijn ook gebaseerd op Blavatsky en zo'n alles, maar dan redelijk omgekeerd. Dus ze zijn redelijk esoterisch voor een stukje. Dat is een ander verhaal hoor. Ja, dat is weer al iets anders. Maar inderdaad, dat is een beetje een stuk van dat je genetica kan en dat je van moeder had eigenlijk. Ja. Oké, okay, vraag dan. Je spreekt van veel boeken in, als je ze opzoekt. Maar is er ook veel archiefwerk bijvoorbeeld? Archiefwerk is er ook bij natuurlijk. Inderdaad, want archiefwerk doen ook. Maar ik heb twee verschillende soorten boeken in de geschiedenis. Ik zei er ook over in mijn voorwoord. Ik heb boeken die gebaseerd zijn op archiefwerk. En als je een thesis schrijft, moet je ook zeker gebaseerd op archiefwerk. En een boek dat gebaseerd op archiefwerk is noodzakelijk met een focus die tamelijk klein is. Want er is geen archief voor dat alles in de Tweede Wereldoorlog. Begrijp alleen. Er is een Duits archief in Rusland, in Duitsland en Amerika. Ik kan niet zeggen dat ik een boek schrijf dat Tweede Wereldoorlog gebaseerd op archiefwerk. Want ik zou een miljoen jaar moeten werken aan al die papieren en die papieren. Heb je ooit eens een archief geweest? Weet je wat dat betekent als je een ding krijgt? Kijk eens een doos met een paar brieven en dingen. Veel van die papieren, dat is misschien belangrijk, maar tenzij dat je al weet dat als veel van die dingen betekent niks. En soms vind je iets, omdat je weet dat er misschien iets zit. En de meeste mensen die iets vinden, die weten wat ze zoeken. Maar als je er naar kijkt, die papieren. Ik denk eraan gelijk welke administratie produceert elke dag duizenden bladzijden papier en dat vind je dan. Dan kun je nooit geen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog schrijven. Dat is dus wat genoemd een analyse van een probleem. Dan kun je documenten vinden, die bepaalde massadocumenten die te groot, maar dat kun je werken. Maar mijn boek is een synthese. Een synthese dat je zegt, ik sta met hem terug, kan ik niet naar de details kijken van de documentjes in de archieven, kan ik kijken over heel het spel. En dat is dan gebaseerd op studies die al gemaakt zijn, waar dat bij archieven rekening gehouden wordt. En dan maakt je zo een groot beeld. Zeg, een foto van een detailje van je neus, van die bedam, of een foto van heel de band die ze kijkt. Als ik het nu wil zeggen, als ik het in uw groep wil beschrijven, kan ik van iedereen van u een foto maken. Al uw schone smoelijke zin. Of ik kan niet nog een foto maken. En wat verkies je nu eigenlijk? 30, 40 kleine pasfoto's? Of je de foto van allemaal op? Het is alles weer nodig. In feite, dus ik heb de laatste tijd mij meer bezig gehouden met syntheses. Met heel de boel te bekijken. En dat is dan meer op de basis van boeken en artikels. Liefst recente boeken en artikels. Liefst geschreven in verschillende bronnen van verschillende kanten enzovoort. Ja. Heb je ooit gezegd over Rome? Over Rome? Ook goed zijn we dat de paus een fascist was. Dat is toch altijd meer geweten dat Pius XII het hart had verleden van Mussolini. Dat de kerk had van Peter Mussolini. Dat Hitler en Mussolini goed waren voor de kerk. Dat de kerk, de kerk vandaag nog profiteert van de arrangementen die Pacelli gemaakt heeft met Hitler. Weet je dat? Weet je dat? Ik zal je een voorbeeld geven. Hitler komt aan de macht in 1933. En er komt aan de macht, is niet gestemd, die worden aan de macht gebracht. Het was geen macht ergrijven, zoals de Duitsers zeggen, dat zijn de nazi's zelf, is de macht gepakt. Nee, de macht niet waar, de macht gekregen. Dus de macht aan het plateau gekregen. En dan komt aan de macht, maar veel mensen weten niet wel. En je moet het nog een beetje warm maken. Maar er is succes nodig. De nieuwe regering moet succes zijn. Ja, het is een eerste diplomatiek succes. Diplomatiek. Diplomatiek succes, dus dat is het internationaal vlak. Voor is het eerste succes van het nazi-regime onder Hitler. Wat ik kan zeggen, is ik heb een duizend keer. Ik zeg het, ik heb een duizend keer. Een concordaat met het Vaticaan. In juli 1933 al. Dat is een concordaat, dat is een officieel verdrag. Tussen Duitsland en het Vaticaan. En dat is een teken voor de katholieken in Duitsland. Een goede zin. In Bijlen, dat is allemaal katholieken, zijn zelfs als de paus zegt dat het goed is. Moezen goed, hè? Nihil opstand, zegt de kerk, hè? Niks tegen, hè? Stempel op, hè? Hitler, nihil opstand, hè?
Dus ik zit een Bram bij zo'n blik, maar iedereen moet een hoedje zetten, wat pauze aan. Wij tijdelijk, wat de pastoor zei, was al klaar. En wat de bisschop zei, was nog veel warmer. En als de pauze zei, was nooit dat even, niks geklaven. Amen. Amen zijn. Ja, dat ik geleerd in school. Hè. Ik ben een katholieke school geweest. Die jammer meneer de pastoor. Altijd hier een ja zijn. Ik zit lastig uit gewoon wat. Dus ik ben alles binnen doen twijfelen. Alles heb ik daar getrokken achteraf. Maar in de tijd moest ik, we moesten als dat school ging, de leraars wisten alles. En op het examen moesten ze mech horen. Ze moesten horen, hey, wat ze zeggen, zeg dat niet. Wilden ze terug horen, echo. Zo was het. Maar dus, verdraag Peter, Pachani. Hij was toen nog geen paus, Pius 12. Maar hij was wel een paus die had in Duitsland geweest. En ze maakten verdragen. En hij was succesvol in de wereld, zijn eerste diplomatische succes. Alleen, wat stond er in dat verdrag? Wat stond erin? Het is er nog altijd. Want de Amerikanen hebben ervoor gezorgd dat het niet afgeschaft werd achter de Tweede Wereldoorlog. Waarom niet? Omdat ze met het Vaticaan het arrangementje gebakken waren om nazi's het Duitsland weg te krijgen. Hè. Dus ze werken nu samen. Hè. De Franciscanse kloosters zaten in stand voor mijn nazi's. Hè. Van Beiren over Tirol naar Genua. Hè. Je weet het toch, hè? Franciscanse kloosters. Hè. Ja, dat weet ik. Allemaal weg. Naar Argentinië, allemaal zo, naar Evita. En dan ook naar Kralla, in onze toch veel kanten. Veel ex-oorlogs met daar zitten. Oekraïners en zo allemaal, en Kroaten. Dat is vol. Maar stond er meer in? In dat welke contract. Onder andere stond erin dat een Duitse staat belasting ging in van elke Duitser voor de godsdienst. Hoe gaat dat? Welke? Ze zijn nu naar Duitsland gebracht. Je moet die registreren, zijn ze protestant of katholiek? Zeg je, katholiek, oké. Zegt een stad, belasting dan? Oké, ja, voor de stad en voor de kerk. Hoeveel de kerk? Ah ja, net zo'n stad, pakt uit je zak geld en heeft er een katholieke kerk. Dus scheiden van de staat, zeg je, bullshit, niks. De staat pakt geld. Dat is in de middeleeuwen, de tiende, moest betalen aan de kerk. Maar nu is de staat vriendelijk genoeg. Want een katholiek doet dat niet graag, dus wat ik geef in de zak. Ik kan het niet zo. Zo goed zal ik geef in de zak. Zijn lief dat het geeft. In de scholen. Ik weet dat ze zeggen, dat ding zeggen ze. You know what Jesus said? Hey? Whenever two or more of you are gathered in my name, take up a collection. En dus wat gebeurt er? De Duitse staat, onder Hitler, zei die Vaticaan, wij gaan belasting in. Met de katholieke Duitsers, hij krijgt geld. Want de voorganger werd, was dat niet zo. Moest hij niet betalen, gaf van de kerk wel gewoon. Zoals wij in Canada, hè. Zoals wij in Canada. De paus, wat dat voor de kerk, wat een fantastische zaak is, hè. Het maakte van Duitsland de tweede grootste vorm van inkomen van heel de wereld. Als land, hè. In welk land is maar heel land in heel de wereld dat de Vaticaan nog meer geld toen was gaan. Waar is dat? Nee, Amerika. Het is ook veel katholiek, nee? Veel Polen, Italianen, daar schatten ze nog meer geld op. Hè. Maar dus Duitsland, en nu, en achter de oorlog, zo nu zijn ze dat wel afgeschaft, ah, de Amerikanen zijn dat blijft bij. Dat is nu nog altijd. En als zeg jij, nu zegt maar, ik wil niet betalen. Ik word aan de mis niet meer, ik betaal niet meer. Oké, goed. Het kan, probeer het maar een keer. Hoe wil je zeggen? Wel, hij woont in Beieren bijvoorbeeld, hè? Streng katholieken. Om niet te betalen, hoe dat officieel uitreden in de kerk. Dat moet er nu meer en meer. Maar, dat brengt ook wel, dat er veel mensen zeggen, God, dat je naar vader en moeder gewoon zo zeggen, dat brok hier, jongen, dat doet dat dan, jongen, liefde gods, de schande de familie. Alleen, eerst in haar, ik zou langs je wachten. En ze blijven betalen. En als wij in een val protestant, zo vatten, dan ik, en zo brengen ze dat. Dat is een prachtige zaak. En als Hitler sprak van een aanval op de Sovjet-Unie. Dat zei de kerk ook fantastisch. En de Jezuïten zaten klaar. Ze hadden al een collegium in Rome voorbereid om Rusland te gaan bekeren. Ja, maar Rusland, dat was de goede hoop van het katholicisme. Want voor de Eerste Wereld waren alle val-orthodox, is meer dan een andere kant. Christen, jammer. Verkeerde christen, orthodox. En dan waren ze atheïsten, de communisten. Maar goed. Nog een goede zaal, de communisten hadden die orthodoxe schurken een beetje uit de weg gerend. Dus met de woorden zijn tegen de wacht met ons. In het zog van de Weermacht trekken wij de Jezuïten, de Franciscanen, de Dominicanen, Rusland binnen, bij ons te bekeren. Ja, bekeren.
Dat was vooruitzicht, hè. Dat was vooruitzicht. Maar zo mochten ze toch niet mee. Want ze zijn er hard op gehoopt, hoor. Dat was het plan, hè. Dat was het plan. En inderdaad, de katholieke kerk heeft nauwe banden gehad met nazisme. Nauwe banden. Maar pas op, ook met Franco, ook met Pinochet. Ik vind dat het allerbelachelijkste concept die onze media in onze keel geschoven hebben de laatste jaren, is die idee dat hij daarvoor hebben, ons noemde weer al, Johannes Paulus II, dat hij de democratie ging prediken. Excuseer, de democratie! De democratie! De democratie! Is Vaticaanstad een democratie? Moms Bombardier. Pas op, het Vaticaan is geen democratie. Is dat geen kerkdemocratie? Nee, de paus zegt zoals. Amen. Dat is een democratie. Waarom is de paus de democratie moeten gaan prediken? Maar hij ging naar Polen, want hij wist dat hij wilde. En hij ging geen democratie aan prediken in Centraal-Amerika. Waarom niet? De kerk heeft er al alles. Maar de Polen, jongens, van de communisten, zoals de Franse Revolutie, de kerkelijke eigendom geconfiskeerd en genationaliseerd. En niet zoals in Frankrijk, verkaveld en verkocht. Dat niet meer komt terug bij. In Polen, de kerkeigendom was recupereerbaar. En dat heeft de paus bereikt. Als het communisme gevallen is, is de kerk opgevlogen en heeft al zijn immobilio teruggekregen. En nu lopen ze rond. In Polen, het is allemaal van de Frans. Ja, inderdaad, in Oost-Slowakije, in de Tsjechische Republiek, in Hongarije, in al die landen waar het katholicisme vroeger sterk was, en waar het communisme een rijkdom afgepakt heeft, hebben ze het weer gekregen. En dat was, daar ging het om. Maar in Centraal-Amerika, in Guatemala, in San Salvador, moest er een democratie zijn, want daar heeft de kerk goede eigendommen. En dat was het gevaar dat de democratische beweging, ik het land zou kunnen willen naar verdelen. En dat moet men niet weten, hè. Dat veroordeelde mij. Die progressieve bischoppen en die liberation theologists, hè. De hypocriet. Maar als ons, de vuile hypocriet. Mag ik dat zeggen? Mag ik dat zeggen? En de buiten, het is niet op pastoor. Het is toch waar? Allee, pas op. Mijn zuster is nog een, die is er nog niet open vanavond. En dat is waar, dat was een hypocriet. En dus dat hoort niet die democratie. Men, die, dat hebben we nu niks met de te maken. Dat is niet. Is dat dat? Was het de bedoeling van de muur of was het de bedoeling van de val van de muur? Van de val natuurlijk alleen. Dus waarom is dat niet zo gebeurd? Hè? In de kaal, hè? Oké. Okay. Ja, zo snel. Eerst gedaan. We spreken over het probleem. De Sovjet-Unie, de muur is gevallen omdat de Sovjet-Unie in elkaar gestort is. Waarom is de Sovjet-Unie in elkaar gestort? Waarom? Waarom? Het zijn natuurlijk waarschijnlijk, we kunnen erover discussiëren, het is een zachte thema. Een van de problemen is dat dus na de oorlog, als in Amerika de ene keer de vrees ontstond dat het einde van de oorlog, het uitbreken van de vrede, godverdomme, dat economisch gezien een reusachtig probleem ging zijn. Hè? Want dat wij mensen niet dat terug, dat we geen teruggeleiden in de depressie van de jaren 30, maar nog veel meer werkloosheid. Alles ging geslaagd. Dat is wat we weten, een nieuwe vijand nodig, een nieuwe oorlog. En verklaren de Koude Oorlog. Amerika heeft de Koude Oorlog begonnen. Het zijn altijd mensen die denken dat Rusland begonnen hebben. Dat is helemaal niet waar. Ik schrijf in mijn boek van naast het draadje hoe het gegaan is. Al op het einde van de oorlog begon Amerika de Koude Oorlog tegen Rusland. En de bombardement van Dresden, dat was dan een berichtje naar Stalin. Kijk, mannen, dat kunnen wij doen met onze vloot van virus. En Hiroshima is verkoold. En Nagasaki is verkoold om de Russen lessen te leren. Je hebt niks te maken met de oorlog in Japan. Niks te maken met Japans. Spijt met Japanners, maar het is niet bedoeld voor anderen. Het is om de Russen les te leren. En dat is zeker weer. Maar elk jaar in augustus vertellen de diagnoselessen op onze televisie dat was om de oorlog te beëindigen. Want Truman zei dat. En Truman was de oorlogsmisdader, die loogde ze dan. Oké, dus dat was het. Dus de nieuwe oorlog moest er komen in de Koude Oorlog. En die heeft het goed opgebracht. En wat gebeurde dan? Die nieuwe oorlog gaan doen. Dat ze moeten met twee zijn om oorlog te voeren. Hè. Amerika is goed nodig, en Rusland wordt ook in oorlog. Zij zochten in de oorlog niet. Want Rusland
had les geleerd van de oorlog. Rusland had 30 miljoen mensen verloren in de oorlog. En af Rusland was plat door de Duitsers. Rusland had veel meer te winnen met vrede als met oorlog. En omgekeerd, Amerika te winnen met oorlog dan in plaats van vrede. Niet Amerika algemeen. De rode mannen van Amerika. Dat is ook een beetje misperceptie. Ja, ja, dus terug op een heel belangrijk punt. Dus de Koude Oorlog, Rusland na de oorlog had dringend behoefte aan vrede. En Amerika na de oorlog had behoefte aan nu niet meer oorlog. Maar het was oorlog. En de Russen moesten al bewapenen en verdedigen. Ze moesten ook de top ombouwen. Ze moesten ook alles op de bodem bouwen. Al het geld dat ze hadden, ging in bewapening. En dus met de woorden, ze waren geforceerd in bewapeningswetlopen die steeds maar duurder werd. En die is niet aangekomen. Pas op, Amerika kan het ook niet aan. Want Amerika is ook failliet. Maar ze hadden meer poen. Ze hadden langer kunnen uithouden. En de Russen zijn ook, nu hebben ze al geen geld meer. En Gorbachev heeft gezegd, oké, we hebben geen centen meer, heeft top. Dus, maar wat was ook al een probleem. Een van de grote problemen van Rusland was Khrushchev. Khrushchev heeft een reusachtige fout gedaan. Maar ik kon er niet op inhalen, want dat is een heel andere historie weer al. Maar ik begrijp, ik zeg maar, dus dat bracht het einde van de muur bij. De val van de Sovjet-Unie en de val van de muur. Dat verstaan ik die vraag. Blijf dat niet. Of dat er mis is. Business as usual is dat mensen die business voeren in het communisme is niet business as usual. Dus dat begrijp ik niet hoor, dat je niet meer doet. Ze hebben kapitalisme geïnstalleerd. Ja, maar in het begin was dat niet de bedoeling hoor. In het begin was dat eigenlijk. Dat is het resultaat geweest, in zekere opzicht. Maar, ja. Maar dat is dan, ik zie niet dat we doen business as usual. Oké, misschien. Mijn manier van denken over business as usual. Oké, mensen, hebben we nog tijd voor de laatste vraag? Misschien. Het is nu al 10:30, dus ik zou toch zachtjes aan kunnen beginnen. Oké, man. Kun jij ook uitleggen dat de Verenigde Staten, dus Rusland, na de Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog heeft aangedaan? Ja, dus, ik ben geen historicus, maar ik dacht dat de Russen, om de Duitsers te verslaan, een heel stuk Oost-Europa onder de voet hadden gelopen. En daar dus allemaal communistische systemen. Bewinden hadden geïnstalleerd en dat het gewoon vreemd was dat de Russen naar die verre zouden gaan tot aan Belfort. Ja, dat is helemaal niks van. Nee? Dat is totaal verkeerd. Totaal verkeerd. Ten eerste vooral, de idee dat de Amerikanen en de Engelsen bang waren omdat de Russen in de hele Europa veroveren, is bullshit. Absoluut bullshit. Ten eerste, ik weet wel waar ik van. Ten eerste, op het einde van de oorlog. Na 4 jaar oorlog, waar dat de Sovjet-Unie ijzeraan van totaal vredig was. Als ze met een rug tegen de muur gevochten hadden. En dan, na 4 jaar hadden ze 30 miljoen doden, maar hadden ze toch gewonnen. Dus dat woord, het is gedaan, we hebben gewonnen. Wie is dat er dan zo zot zijn? Om te zeggen, maar nu hoort ook je proberen van heel de wereld te veroveren. Op dat moment, een eigen land in puin. Ze hebben 30 miljoen doden. En dan hebben ze een zakhouding moeten om dat te kunnen de wereld te veroveren, vechten tegen de Amerikanen en de Britten, die nog alle reserves hebben, en vliegtuigen dat ze juist tonen dat ze kunnen doen in Dresden en Hiroshima. En dan denkt hij werkelijk dat er iemand zo zot zal zijn om te zeggen, wanneer ik Europa veroverd te kijken. Wat er gebeurt is het volgende. De Russen hebben inderdaad Oost-Europa bevrijd, veroverd. Ik ga nu een optocht naar Berlijn. Net zoals de Amerikanen, Italië, België, Nederland en zo bevrijden op weg naar Berlijn. Nu, wat deden aan weerskanten de bevrijders, bezetters, met de bevrijde gebieden? Dat is de eerste vraag. Daarop werd gezegd dat de Russen dat veroverden. Okay. Het akkoord was tussen Engeland, Amerika en de Sovjet-Unie, dat de landen die ze gingen bevrijden, de gelegenheid gingen krijgen om een democratische staat op te richten, een democratische regering op te richten, onder opzicht van de 3 geallieerden. Dus dat was de bedoeling. Dat is de geallieerden als samen commissie oprichten om de plaatselijke mensen te helpen om na de ervaringen van de Duitse bezetting of de fascistische regimes zelf een democratisch regime op te richten. Nu was wel een beetje een probleem. Democratie voor Roosevelt
democratie voor Churchill en democratie voor Stalin waren natuurlijk andere soorten democratie. Hè. Daar had wel wat zijn eigen gedachten over. Hè. Daar mochten niet veel over spreken, want ze hadden ruzie gemaakt hebben. Dus de praktijk ging moeten tonen hoe dat ging werken. Hoe dat ging werken. Nu, wat is het eerste land? Wat is het allereerste land dat door de geallieerden werd bevrijd en waar de geallieerden de kans kregen om de mensen ter plaatse de gelegenheid te geven om een democratisch systeem op te richten? Welk land was dat? België! België! Nee! Nee, helemaal niet! In Nederland zeker ook niet, maar soms veel later natuurlijk. Dolder hebben we nog iets, de honger minder moeten wachten. Italië. In 43 al. Wie bevrijdde Italië? De Amerikanen niks. Sicilië. Hoe bevrijden ze Italië? Hoe lieten ze de Italianen de democratie op? Niks democratie. Niks Italianen. Waar zijn we van gegaan? Waar is dat? Waarom dat? Wel, de Amerikanen dat maar afgeworpen worden. Dat na de ervaring fascisme, dat de Italianen, en zeker geen fascisten meer willen, en dat ze gingen stemmen voor socialisten en communisten. Zeker weten dat er socialisten voor zijn hekelig zijn gewend. Als zij ze, geen verkiezing. Geen verkiezing. Wie bracht ze de macht? Badoglio. Badoglio. Wie was Badoglio? De generaal van Mussolini. Een dikke fascist. Alle fascisten werden de macht gelaten. Waarom? Dat alternatief, een echte democratie, zou betekenen hebben dat er was bij linkse of gouverneur regering zou aan de macht gekomen zijn. En dat moesten ze niet weten. Dat moesten ze niet weten. Pas op, man. Van als de Gaulle is, kapitein kunt missen, het is onaanvaardbaar in Frankrijk. En de Gaulle, het is ook een lastig hart, maar in de Gaulle hebben we nog eens controle over. Maar als we de Fransen zelf willen kiezen, dan komt de resistance aan de macht in Frankrijk. Ah ja. Resistance, wie zijn dat? En als je naar de Hollywoodfilm kijkt, dan denkt iedereen dat de Gaulle de leider was van de weerstand. Dat is niet waar. Hij was de leider van een groep weerstanders die in Engeland zat. Maar in Frankrijk zelf hadden veel groepen van weerstanders die nog nooit niet gehoord hadden van Jean de Gaulle. Jean Moulin bijvoorbeeld, die het andere verraden is, verklikt en door Barbie verboden is in Lyon, zoals je misschien weet, en waarschijnlijk verraden is door Gaullistes. Je weet het nog misschien, weet het wel. Omdat hij de concurrent was voor de Gaulle. Het is zeker weer, in Frankrijk zelf had de weerstand, de verschillende groepen weerstanders, zoals in Italië, meestal socialisten en communisten, hadden al een soort plan voor de grondwet uitgevaardigd, voor als er geen grote firma's die gecollaboreerd hadden, nationaliseren. En de Engelsen en de Amerikanen zeiden, non, de Chusa, dat mag niet, dat moet men niet weten. Dat was, zegt Churchill tegen Roosevelt. Als de Fransen dat doen, dan hoor je dat niet af. Wat kunnen we dat doen? Hoe gaan wij doen? Hoe gaan wij doen aan de Fransen in een Charles de Gaulle opzoeken? Die lasten wordt, dat gaat niet anders. En wat gebeurt er? Ze komt Parijs met de halieren. En ze brengt Charles de Gaulle mee. Je weet ze mee. En ze komt wel op toch door de Champs-Élysées. En ze staan zich op de leiders van de mensen. Ze staan zich erom. De lokale leiders. En Charles de Gaulle zegt. Amerikaanse soldaten trekken die andere afruit. En Charles de Gaulle loopt de eerste. En ieder zegt, dat is de bevrijder van Frankrijk, dat is de nieuwe leider. De Amerikanen en de Engelsen hebben Charles de Gaulle geschapen als leider van Frankrijk. Was de meeste mensen kennen dat niet. Dus nog een keer een voorbeeld. Hoe dat de Amerikanen en de Engelsen de democratie herstelden in Frankrijk. En Charles de Gaulle was geen democrat. He. Dat was al bijna een grote dictator, was al een autoritaire figuur. Maar ik zeg dictator, tot een veel autoritaire mensen. Zeker geen grote democrat. En als onze vriend Jozef belde naar Moskou en zei, we gaan iemand sturen naar Parijs, he, zoals afgesproken. Oh, no, 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 dat niet nu, dat niet nu, dat niet nu, dat. En toen komt zijn België binnen, het is hetzelfde wat een broek. En Jozef belde, oh, no, 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 no. En Stalin zegt, ah, als je doet, als je moet doen. En dan is Stalin hetzelfde. Bevrijd Roemenië en Bulgarije. En dan zet ik daar zo'n communistische regime op. En telefoon heeft. Het is van Londen, het is van Amerika. Het is aan Jozef, het moet direct toe, jongen. Ben je stuurt mee, jongen, te komen helpen. Dat is niet nodig. Maar alleen, dat is dus meer wat we staan. Vaag, jongen. En je moet ook verkiezingen organiseren, allemaal, ja. Maar dat hebben we dan in het Italië. Maar we moeten ook klappen, Michel, over.
En alles dat Stalin achteraf deed, was het vol van het voorbeeld van de geallieerden. Maar het is nooit geen enkele mens gezegd, de geallieerden hebben in Italië en in Frankrijk en ook in België de regering opgedrongen die zij wilden en niks aan de mensen overlaat om zelf te doen. En Stalin heeft zelf willen. Stalin zal willen. Het is een tragische zaak dat in Italië aan de geallieerden vrije verkiezingen houden, laat nou aan de communisten zoals ik waarschijnlijk om. En dat Stalin en Polen vrijgezet dat nou aan de anticommunisten, de anti-Sovjeten laten winnen. Dat zeggen we. Maar dat is helemaal niet waar. Dus het is niet waar dat Stalin overal ingegrepen en zegt, ik ben die paas nu. Stalin was totaal bereid om zich terug te trekken ook. Maar kunt u er binnen gaan, anders gaan we het lang over spreken. Het staat ook allemaal mooi in mijn boek. Feitjes uitgelegd. Maar het was er. En dan worden de Amerikanen te dreigen met het bombardement van Dresden. En nog later, als ze een atoombom hadden, met het bombardement van Hiroshima en Nagasaki. En dan was de Koude Oorlog nog flink bezig. En dan verdroeg Stalin ook geen enkele tolerantie meer voor andersdenkenden in de landen die hij controleert. Dan heeft hij inderdaad de communistische dictatuur opgericht. Maar niet daarvoor. Niet voor de zomer 1946. Ik heb nog één vraag stellen als je dan. Misschien als het niet meer. Heeft iemand nog geen kans op een vraag te stellen? Wat valt dan nu altijd de vraag? Dat is altijd. In een flesje. Droog nazisme met er water op, is goed. Ga je er nog een vraag? Nee. Ah ja. Ja, die heb ik gevraagd. Kunnen we even verder praten van het verband met de muur van Berlijn? Want daar was het begonnen. De val van Berlijn. Wat ik zei dus, dat de val van Berlijn, van het einde van de Sovjet-Unie, is eigenlijk gekomen door de druk die geoefend werd op de Sovjet-Unie om zich te bewapenen in de bewapeningswetloop van de Koude Oorlog. En ze zijn failliet gegaan, Berlijn. Ze hadden geen cent niet meer. In feite, dat is de grootste reden, volgens mij. Dus in feite, dat is de voornaamste reden, maar er zijn ook andere redenen. Ik heb verwezen aan Khrushchev. Khrushchev heeft ook een groot deel schuld aan die zaak. Maar goed, dat is een andere zaak. Ja? Ik heb een vraag, dus niet zo belangrijk, maar betreffende de figuur van Hitler. Er wordt gezegd dat de persoon die daar zelf nog gepleegd heeft, en iets lijkt, samen met dat van een dame, verbrand is door Russische bevrijders op de binnenplaats. Niet het blijk was van Hitler en van Eva Braun. Ja, dat is ook wel wat geschiedenis die circuleren onmiddellijk na de einde van de oorlog, maar Hitler was zeker dood, is half verkoold. Ze hebben hem willen verbranden, zijn lijk, maar ze konden niet omdat ze geen genoeg petroleum meer hadden. En dus hebben ze zijn lijk gevonden. Nee, dat is echt waar. En dus, wat is het? Pas op. Duitsland, tijdens de oorlog, had prachtige tanks, had prachtige vliegtuigen, maar ze stegen niet op. Maar ze zat niet in af meer. Ze waren in de Duitse af meer. Hitler heeft zelfmoord geweest in een bunker met Eva Braun. Heeft hem de pillen gepakt en de kop geschoten. En had bevel gegeven voor zijn eigen verbranden. Maar nu moet je om omstandigheden weten. In die bunker, dat is een vlak wat er nu aan de muur, wat de muur bestaan heeft. Ze hebben die lijken in een koer gebracht, maar dan vielen naar bommen en zo. Ze hebben de rap een paar links gespeeld. Noemt daar canisters van petrol overgegooid en een brandgeschoten. Dat is toch niet aan mij. Dus ze hadden waarschijnlijk ook niet meer naft om te benekten. Want dat lijk is een beetje verbrand, maar niet helemaal. En de Russen zijn komen naar dat lijk gevonden. En hebben een test gedaan erop. En wat er van Hitler overblijft, zit nu in de schoendoos in het archief in Moskou. Zeker weten. Het is wel. Oké jongens, hartelijk bedankt. Dus wij geven rendezvous tot 14 oktober en daarna
hebben we dus over hun geld en ons leven geweest van spreken. En ik mag misschien wel zeggen dat de spreker zelf, Ad Broeren, hier in ons midden is, omdat hij ook zo'n kennis maakte met Jacques Loos. En hij gaat dus alles vertellen over geld wat mee aan de hand is en waar dat allemaal naartoe gaat. En we gaan er ook heel veel reclame voor maken van Ad, dat hij hier de zaal rekenen. Follow up. Follow up. Follow up.